Goedenavond. Ja, hartelijk welkom. Ga lekker zitten. Fijn dat jullie er vanavond massaal hier naartoe gekomen zijn. Hartelijk welkom bij de 19e editie van de Rotterdam-lezing. Deze lezing is een cadeau van de Erasmus Universiteit en het Erasmus Trust Fonds aan onze geliefde stad. En ik kan wel zeggen, het cadeau is al meer dan fantastisch in ontvangst genomen vandaag. Ik heb echt overal feestende mensen gezien. Ja, gisteren zijn er mensen zelfs in de fontein gesprongen. Zo blij waren ze met het cadeau. En vanochtend vanaf 8 uur stond er al een rij op de Koolsingel voor dit cadeau. Dus nou, dat is toch geweldig dat een cadeau zo warm ontvangen is door deze stad. En dat jullie er ook allemaal zijn. Hartelijk welkom. Ik snap ook wel dat iedereen zo blij is met het cadeau, want de lezing van dit jaar heet Hand in Hand. En zal uitgesproken worden door niemand minder dan Ronald van Raak. En Ronald van Raak is hoogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus Universiteit en de Erasmus School of Philosophy. Dus hij is een groot fan van Erasmus. Ja, net als jullie, toch? Ja, wie is er allemaal fan van Erasmus hier? Ja, ja. En van Feyenoord? Nou, evenveel. Ja, geweldig. Leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan het hebben over gedeelde waarden vandaag. We gaan het ook hebben over Erasmus. Die komt ook om de hoek kijken. En misschien denk je dan, ja, wat heeft Erasmus ons daar nou over te leren? Dat zal blijken uit die lezing. Maar Erasmus, kan ik wel alvast verklappen, had ook te maken met polarisatie en nieuwe media. En over nieuwe media gesproken, hebben jullie je telefoon al uitgezet? Ja, nee, oh, daar gaat nog iemand snel zijn telefoon uitzetten. Fantastisch. Gedeelde waarden, daar gaan we het over hebben, samen met Ronald van Raak. En daarna gaan we ook in gesprek. We gaan met jullie in gesprek, dus jullie mogen straks allemaal vragen ook stellen. En we hebben een panel. En dat panel dat gaan we doen met de kinderombudsvrouw van Rotterdam, Stan Schoutsmit, en Inge Hutter, de rector en hoogleraar aan het ISS, het International Institute for Social Studies. En zij is ook de academische adviseur voor Erasmiaanse waarden. Daar zijn ze weer aan de Erasmus Universiteit. Dus ook een heel mooi panel hebben we voor jullie hier vanavond beschikbaar gevonden om in gesprek te gaan over die gedeelde waarden. Nou, ik ben Eveline Vrijswijk, ik ben de presentator en historicus en wetenschapscommunicator. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar wie jullie zijn. En of wij misschien een klein beetje gedeelde waarden hebben. Dat hoop ik tenminste, ja. En dat dacht ik, ik ga dat gewoon heel even vragen. Dus je mag heel onbeleefd roepen zo meteen naar mij. Dus wat vindt u een belangrijke waarde? Vredelievend. Vredelievend, ja. Vertrouwen. Ja. Mensenrechten, ja. Verantwoordelijkheid wordt die genoemd als waarde. Empathie. Barmhartigheid, ja, mooi. U gaat steeds kerkelijker praten. Solidariteit, ja. Respect. Respect, ja. Gelijke kansen voor iedereen, ja. Hebben jullie ook waarden op het balkon? Openheid. Openheid. Oh, de hogere waarde op het balkon. Ja, ja, ja. Openheid hoorde ik ook nog ergens. Gerechtigheid. Mooi. Is er al iemand falikant tegen op een van de waarden die we net gehoord hebben? Zotheid. Zotheid. Leuk. Komt ook nog aan bod, denk ik. Doen we nog één waarde? Humor. Humor ook nog. Ja. Nou, een heleboel mooie waarden. Misschien kan Ronald van Raak er zo nog iets mee in zijn toespraak. Wie denkt er dat Rotterdammers andere waarden hebben dan bijvoorbeeld Amsterdammers? Nou, dat zijn ook best wel een paar mensen. Oké. Okay. En wie heeft er, misschien een iets serieuze vraag, het gevoel dat er in toenemende mate sprake is van polarisering in de samenleving? Wie zegt er, er is sprake van polarisatie? Nou, ik denk een kwart van de mensen, iets minder, 20%. Ja, en een paar twijfelaars, ja, die ook zinnen. Oké, okay, nou, we gaan vanavond hebben over gedeelde waarden. Maar eerst wil ik, voordat we naar het cadeau van vanavond, de lezing, de Rotterdam-lezing, de 19e editie gaan, wil ik heel graag het woord geven aan de rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geef een heel hartelijk applaus, Annelien Bredenoord. APPLAUS
Dankjewel, Evelien. En u van ontzettend dank dat u hier vanavond gekomen bent door de hele vrolijke, maar toch ook wel wat turbulente stad. Ik fietste vanuit de campus Woudestein op mijn fiets hier een uurtje geleden naartoe. En af en toe werd ik even opgeschrokken door een enorm harde knal. Harder dan je ooit met oud en nieuw meemaakt. Dus fijn dat u dat ook allemaal gedaan heeft. En dat u na het grote cadeau van vanmiddag ook hier nog een keer bent. Voor het cadeau eigenlijk van de Erasmus Universiteit en het Erasmus Trustfonds. Wat wij inderdaad, dit is de 19e editie, dus sinds 2003... organiseerden wij samen met het Trustfonds de Rotterdamlezing. En het idee van de Rotterdamlezing is dat we eigenlijk ook willen laten zien, in de etalage willen zetten, wat wij als Erasmus Universiteit allemaal doen op het gebied van onderzoek en kennisontwikkeling. Ook het Trustfonds is medeorganisator, daar actief bij betrokken. En zoals velen van u weten, sinds 1913 de oprichting van de rechtsvoorloper van onze universiteit, een trouwe supporter van ons onderwijs en onderzoek. En elk jaar gaan we bij elkaar zitten en dan bespreken we ook met elkaar wat willen we dan aan Rotterdam en haar inwoners laten zien dat we doen. En dit jaar waren we er eigenlijk vrij snel over uit. We wilden laten zien wat we eigenlijk, dat we ook zelf onderzoek doen naar onze naamgever, Desiderius Erasmus. En Erasmus, dat is net ook al een beetje gezegd door Evelien, in de tijd van Erasmus, dat was ook een turbulente tijd. En daar was ook heel veel maatschappelijk debat. En net als in onze tijd waren daar hele grote maatschappelijke complexe uitdagingen. En wij hebben ook als Erasmus Universiteit als missie Creating Positive Societal Impact. En juist ook met het teruggaan eigenlijk naar oudere bronnen, kan je af en toe een vernieuwende bijdrage leveren aan dat soort debatten. En we dachten ook al snel, dan moet het dus gaan over die Erasmiaanse waarden en wat ons bindt. Nou, het is net al een beetje gevraagd over waarden. Wat bindt ons sowieso? Kijk. Toch even deze even opdoen, hè? En we hebben Ronald van Raak hebben we bereid gevonden. Ronald is hoogleraar bij ons bij de faculteit Filosofie, Erasmus School of Philosophy. En Ronald gaat zo meteen dieper eigenlijk in, van wat kunnen we nou leren uit inzichten van Erasmus op het gebied van die diepe, schurende maatschappelijke discussies en de polarisatie die velen van ons ervaren in deze tijd. En juist als universiteit willen we dat aanbieden. Omdat we ook zeggen dat als er één plek is waar we dit soort discussies, dialogen, schurende ideeën en posities van inzicht willen uitdiepen, verrijken en stappen met elkaar verder zetten, ja, dan is het wel op een universiteit. Dus we zijn ontzettend blij dat u in zulke grote getalen hier gekomen bent. Geniet ervan. Na afloop is er een interactief panelgesprek. En daarna kunnen we ook nog wat drinken om de beide cadeaus van vandaag met elkaar te vieren. Hartelijk dank. Dankjewel, Annelien Bredenoord. Staat je goed, die sjaal? Ja, zeker. Ja. Zijn jullie er klaar voor het cadeau, voor de 19e editie van de Rotterdamlezing? Ja? Oké, ga ik de spreker nog even één keer nog iets beter aankondigen. Ik heb ervaring met dat je moet dingen af en toe een beetje rekken, hè? Prijsuitreiking ook en zo. Dat je denkt van ja, schiet nou maar op, we willen die lezing. Oké, komt-ie. We gaan luisteren naar Ronald van Raak. En hij is dus hoogleraar Erasmiaanse waarden. En dat is hij sinds 2021, toen hij met politiek pensioen ging. Uit een half leven, of eigenlijk een derde leven, is hij eerste Kamerlid en tweede Kamerlid geweest voor de SP. En nu is hij hier dus hoogleraar Erasmiaanse waarden. En daarvoor studeerde hij ooit maatschappijgeschiedenis en filosofie. Hij promoveerde en hij gaf ook les aan de universiteit. Hij gaat jullie mee de tijd terug innemen over de Erasmiaanse waarden en koppelen aan het heden. Ik hoop dat jullie heel veel leren en straks vragen gaan stellen. Dus geef hem een heel hartelijk applaus. Ronald van Raak. Dankjewel. Wat een feest. Twee dagen feest en nu zijn jullie hier in deze prachtige kerk. En dat past natuurlijk ook prima. Na twee dagen feesten is het tijd voor reflectie. En dat gaan we doen, hand in hand, Erasmus en wat Rotterdammers bindt. En we zagen het natuurlijk deze dagen. Veel
Voor veel Rotterdammers is de stad als een soort familie. Je bent vaak kritisch op elkaar, maar je voelt ook een verbondenheid. En ja, wat dat kan betekenen, die verbondenheid, dat hebben we vandaag natuurlijk gezien. Maar het blijkt ook uit onderzoek van de Erasmus Universiteit, over mijn stad Rotterdam. Bewoners werd gevraagd wat de stad voor hen betekent. Herkenning, werd er gezegd, en thuiskomen. Dat is wat Rotterdammers zeggen over hun stad. Maar tegelijkertijd leidt de stad bij inwoners tot onrust en tot zorgen. Kijk naar de actualiteit. In de ene wijk wordt volop geslikt en gesnoven. En in de andere buurt lijden bewoners onder druggerelateerd geweld. Al deze mensen met al die achtergronden, wat bindt hen? Ja, Feyenoord natuurlijk, maar wat maakt Rotterdam? Veel Rotterdammers hebben dubbele gevoelens bij de stad. Het idee van een trots thuis tot aan die bezorgde onrust. En dat zien we eigenlijk ook bij alle Nederlanders, door het hele land. De tegenstellingen nemen toe, de discussies in de media verharden en het vertrouwen in de politiek neemt af. Dat is in ieder geval de vrees van veel Nederlanders en dat blijkt onder meer uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau. We maken ons zorgen over polarisatie. Dat lijkt een groot probleem, maar is het dat toch niet? Want iemand die zich zorgen maakt, is ook betrokken. Die voelt tevens verantwoordelijkheid, zoals dat gaat in een familie. We zien het in Rotterdam en we zien het overal elders. Mensen zijn bang dat de tegenstellingen toenemen en willen op zoek naar dat wat ons werkelijk bindt. Of de vraag naar de waarden die we met elkaar delen. In de buurt, op het werk, op straat en op de sociale media. In deze stad en in dit land. Maar kan dat eigenlijk nog? In deze tijd van ikzucht en eigenliefde. We zijn toch allemaal mondige en koppige individuen die ons de morele regels niet laten voorschrijven. Ze zien je al aankomen, die Rotterdammers, met je gedeelde waarden. Dat maken mensen toch zelf wel uit. Dat kan zijn. Maar laten we het ook eens omdraaien. Is het omgekeerde niet ook waar? Want uit al die opinieonderzoeken van het planbureau of van de Erasmus Universiteit blijkt eveneens een behoefte aan gemeenschapsgevoel. Dat we ergens bij horen en ergens onderdeel van zijn. We zagen het vandaag. We hebben allemaal zo onze eigen waarden die ook belangrijk zijn voor onze identiteit. Die laten zien wie en wat wij zijn. Maar tegelijk hebben we gedeelde waarden nodig. Die belangrijk zijn om samen te leven. De gesprekken over die gedeelde waarden blijken vaak moeilijk en kunnen leiden tot spanning en ongemak. En ook dat is niet erg. Dit ongemak hoeven we niet te vrezen, maar hebben we nodig om juist om die onderlinge binding te krijgen. Nou, onrust en ongemak, daar wil ik het vanavond met u over hebben. Maar wees gerust en op uw gemak, want we houden het wel gezellig. Een leuk gesprek hebben over ongemakkelijke dingen. Op veel plaatsen valt dat niet mee, maar in Rotterdam moet dat lukken, want dit is de stad van Erasmus. Die werd geboren als bastaardzoon, een onwettig kind van een priester en zijn huishoudster. Maar die zou uitgroeien tot de grootste denker van heel Europa. Een man die ware bestsellers zou schrijven, waaronder Lof der Zotheid uit 1511. Een boek dat 5 eeuwen later nog steeds wordt verkocht en ook wordt gelezen. En een boek, zo hoop ik te laten zien, waar we nog altijd iets van kunnen leren. Maar voor we verder gaan met Erasmus zou ik eerst iets anders willen bespreken. En dat is de relatie tussen de grote steden en de grote denkers in dit land. We hebben 3 grote steden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. En we hebben ook 3 grote denkers, Spinoza, Hugo de Groot en Erasmus. En het is interessant om te zien hoe elk van deze steden zich 1 van deze denkers heeft toegeëigend.
Amsterdam bijvoorbeeld noemt zich graag de stad van de vrijheid en de tolerantie en gebruikt hiervoor vaak het beeld van Spinoza. In 2008 werd bij het stadhuis in Amsterdam zelfs een nieuw standbeeld van Spinoza onthuld. Den Haag noemt zich de stad van het internationale recht en zet hiervoor Hugo de Groot in. Die kreeg in 1938 in Den Haag een eigen standbeeld. Nou, 2008 of 1938, u zult daar niet als Rotterdammer niet erg van onder de indruk zijn. Want het Rotterdamse beeld van Erasmus, dat nu voor de Lauruskerk staat, is hier al veel langer, namelijk sinds 1622. U ziet, wie echt op zoek is naar filosofische geschiedenis, die moet in Rotterdam zijn. Over de bijzondere en eeuwenoude verhouding tussen Rotterdam en Erasmus is heel veel te zeggen, maar dat ga ik nu niet doen, want dit is een van de onderwerpen die we onderzoeken aan de Erasmus Universiteit in het Erasmus of Rotterdam Research Center, waar we ook samenwerken met de Erasmus Collectie in de Rotterdamse Bibliotheek. En die collectie is zo goed, dames en heren, dat ze deze maand op de nominatie staat om werelderfgoed te worden. En dat allemaal in Rotterdam. Dit jaar is het ook 50 jaar geleden dat de Erasmus Universiteit haar naam kreeg. In 1973 was dat bijzonder en ongewoon om een universiteit te vernoemen naar een persoon, naar Erasmus. Het werd niet de Universiteit van Rotterdam, nee, het werd Erasmus. Een grote denker die hier ook was geboren, maar als jongen de stad had verlaten en eerlijk gezegd nooit meer heeft besloten om nog terug te keren. En toch past deze naam heel goed. De Erasmus Universiteit is vooral een voortzetting van de Economische Hogeschool, die in 1913 was opgericht. Door de grote Rotterdamse ondernemers, de Rotterdamse havenbaronnen, die naast de handen van de arbeiders ook de hoofden nodig hadden van hun kinderen en hun opleiding mogelijk maakten. En dit past goed bij Erasmus, die een denker was, maar toch ook een doener, een echte culturele ondernemer. Kijkt u eens goed naar een afbeelding zoals deze van Erasmus, zoals je die eigenlijk overal ziet in deze stad. Wat voor beeld roept dat bij u op? Als ik het mensen vraag, zeggen ze meestal iets als wijsheid of onafhankelijkheid. En je hoeft eigenlijk alleen maar de handen of de muts van Erasmus af te beelden om associaties op te roepen met vrijheid en onafhankelijkheid en wijsheid. Dit beeld van Erasmus is niet zomaar ontstaan, maar het gevolg van hard werken, namelijk van Erasmus zelf. Die een van de beste verkopers was die er ooit is geweest. Een man die afbeeldingen liet maken van zichzelf, op schilderijen, in gravures en op andere onvoorwerpen, die uiteindelijk het beeld van hem hebben bepaald. En zelfs nu dus, ruim 5 eeuwen later, hebben wij nog steeds het beeld wat Erasmus toen van zichzelf heeft gemaakt. Dus Erasmus als een ondernemer, dat past goed bij de stad Rotterdam. En dat past denk ik ook goed bij de Erasmus Universiteit. Maar Erasmus had ook nog een andere kant die zeker niet minder belangrijk was. En dat was, hij was een vrije denker. Een man die zich weinig gelegen liet liggen aan autoriteiten en die zijn tijdgenoten leerde om vooral zelf na te denken en zelf onderzoek te doen. Zoals in zijn Lof der Zotheid. Omdat deze ondernemende denker wist wat zijn waarde was. Precies die onafhankelijkheid. Dit was de reden waarom de machtigen hem om advies vroegen en de mensen zijn boeken kochten en ook lazen. Harde kritiek hebben op alles en iedereen, maar altijd met humor en ironie en een gezonde dosis zelfrelativering. Creating positive societal impact. De rector Magnificus zei het al. Deze leuze staat in grote letters op het hoofdgebouw van de universiteit. Creating positive societal impact. Als u de campus hebt bezocht, dan hebt u dat gezien. Al onze medewerkers van de universiteit moeten positieve sociale impact hebben. En ik dus ook.
Ook met deze Rotterdam-lezing. En dat moet natuurlijk gemeten worden. Zo gaat dat tegenwoordig, een impactmeting. Heeft deze avond wel zin gehad? Nou, ik heb een beetje zitten dubben over hoe we dat nou het beste kunnen doen. Ik zie het college van bestuur zit ook in de zaal, dus we moeten dit even serieus nemen. En nu heb ik het volgende bedacht. Ik ga u zo een vraag stellen, maar dat is wel een gewetensvraag. Een gewetensvraag. Ik moet u waarschuwen, ik zie het als u liegt. Ik kom daarachter, ik heb namelijk jarenlang in de politiek gezeten. En dan komt hier de vraag, dus eerst de nulmeting. Wie van u heeft Lof der Zotheid al gelezen? En dan bedoel ik even, niet alleen kopen, maar ook echt gelezen. En met gelezen bedoel ik ook helemaal tot het eind. Laat uw handen maar zien als u het echt heeft gelezen. Wie heeft het? Hartelijk dank. Onthoudt u dat even? Twee of drie vingers? Dit was mijn nulmeting. Straks kijken we wat mijn impact is geweest. Wat gaan we vanavond doen? We spreken over Erasmus, zijn persoon, zijn werk en zijn denken, de Lof der Zotheid en waarom dat zo leuk is om te lezen. Maar dat is niet het doel, dat is namelijk de vraag wat ons bindt en hoe we daarachter kunnen komen. En hoe we kunnen samenleven met minder onrust en wat meer onderling vertrouwen. Maar eerst weer een andere vraag. Hoe komt het dat discussie over waarden zo moeilijk is? Waarom is het vaak ongemakkelijk om elkaar aan te spreken? Er lijkt sprake van een soort taboe rondom waarden. Een angst om uitgemaakt te worden voor een moralist. En dat wil niemand. Waarden werden lange tijd gezien als een soort privézaak, iets voor thuis, achter de voordeur. Iedereen mocht zijn of haar eigen waarde hebben, prima, maar val daar anderen niet mee lastig. Waarom waarden in een slecht daglicht zijn komen te staan, daar is ook heel veel over te zeggen en ik denk dat filosofen daar zeker aan hebben bijgedragen. Bijvoorbeeld met discussies over postmodernisme, waarin terecht kritiek was op autoriteiten of de kerk of de politici die mensen hun waarden voorschreven. Een nadeel daarvan is wel dat een gesprekken over waarden überhaupt verdacht werden en liever uit de weg werden gegaan. Maar zoals dat gaat met de tijd, is er ook nu weer een nieuwe generatie filosofen die hier anders over lijkt te denken en daarmee ook een stem geeft aan een nieuwe tijd. Ik noem er één, de Duitse filosoof Marcus Gabriel, die een mooi boek schreef met de veelzeggende titel Morele vooruitgang in duistere tijden. Lang hebben denkers gewaarschuwd voor het gevaar van moraliseren, maar deze filosoof draait de vraag om. Wat voor gevolgen heeft het als we geen morele discussies voeren? Of als we niet meer nadenken over onze gedeelde waarden? Dan laten we een sociale leegte achter. Weten we niet meer goed waar we samen voor staan en wat we met elkaar delen? Is ook minder duidelijk wat ons bindt en minder helder waarop we elkaar nog kunnen aanspreken. Ook in ons land zien we nu, niet alleen in Duitsland, maar ook in ons land zien we nu vaker denkers naar voren stappen die hun onrust uiten en hun zorgen uitspreken over onze waarden en over de democratie. Denk bijvoorbeeld aan Kim Putters, die jarenlang directeur was van het Sociaal en Cultureel Planbureau en die een indringend boek schreef over het einde van de BV Nederland, waarin hij beschrijft hoe marktdenken, het individualisme en de tweedeling hebben vergroot. Waarom we behoefte hebben aan een gedeeld verhaal voor onze samenleving, met daarin ook gedeelde waarden. De schrijver en historicus Ewout Kieft schreef een essay met de titel Vechten voor democratie. Daarin pleit hij voor politici die hartstochtelijk opkomen voor hun waarden in wat hij een loyale ideeënstrijd noemt. En één ding vond ik heel erg opvallen in dit boek van Ewout Kieft over vechten voor democratie. Hij roept niet op tot minder, maar juist tot veel meer debat. Hij roept meer polarisatie ook. Meer strijd, meer debat over onze ideeën en over waarden. Maar heel anders dan we nu vaak gewend zijn om te doen.
Niet een onderlinge strijd waarin we onszelf opsluiten in ons eigen gelijk en mensen met andere ideeën uit de weg gaan en soms zelfs zover gaan dat we bepaalde woorden en gedachten willen verbieden. Maar wel een loyale ideeënstrijd. In het besef dat andere mensen net zo gepassioneerd zijn over hun ideeën als wij zelf. Niet door andersdenkenden te cancelen, maar door de confrontatie aan te gaan, leren we beter wat ons bindt. Nou, een andere boosdoener, naast de filosofen, een andere boosdoener die mensen uit elkaar lijkt te spelen en onderlinge gesprekken moeilijker maken, zijn opmerkelijk genoeg de sociale media. Die niet zo sociaal blijken te zijn. De introductie van nieuwe technologieën gaat vaak gepaard met grote beloften. En voor de sociale media gold dit eveneens. De digitale technologie zou de uitwisseling van ideeën bevorderen en zou het gemeenschapsgevoel tussen mensen doen groeien. In het echt gebeurde vooral het omgekeerde. Door de duistere algoritme van machtige techbedrijven lijken we juist minder geconfronteerd te worden met andere ideeën en raken we meer opgesloten in ons eigen gelijk. Is er een digitale cultuur ontstaan van cancelen van andersdenkenden. Nou, de komst van nieuwe communicatietechnologie is niet alleen een probleem van deze tijd, maar iets van alle tijden. Zeker in de tijd van Erasmus, 5 eeuwen terug. Toen we ook in de ban raakten van een nieuwe mediatechnologie, namelijk de boekdrukkunst, die in relatief korte tijd een enorme invloed had op onze samenleving. Een technologie, de boekdrukkunst, die door de ondernemende Erasmus volop werd omarmd als een nieuwe manier om zijn ideeën te verspreiden en zijn geschriften te verkopen. En Erasmus deed nog veel meer. De filosoof toonde tijdgenoten hoe ze konden omgaan met deze nieuwe technologie, met deze nieuwe media, met boeken, met pamfletten en schotschriften. Erasmus liet zien hoe je zou kunnen deelnemen aan dit publieke debat en vooral hoe je dat zinvol zou kunnen doen. Voor ik daar verder op ingaan, moeten we natuurlijk eerst een andere vraag beantwoorden, want wie was eigenlijk die Erasmus? Elke Rotterdammer kent hem en in de stad kom je hem overal tegen. We zien hem nu als een wijze man en als een groot voorbeeld. Maar daar zag het aanvankelijk niet naar uit. Erasmus werd, als gezegd, geboren als een bastaard. Een kind van een priester uit Gouda en zijn huishoudster uit Brabant. De vader, de priester, verdween al snel uit beeld en zijn moeder stierf toen hij nog een jongen was. Zijn vader had wel wat geld achtergelaten voor de opvoeding. En Desiderius was een bijzonder intelligent kind. Hij ging naar een school in Deventer, die destijds de enige plek was buiten Italië waar onderwijs werd gegeven in de kritische geest van het humanisme. En de studenten werd geleerd om ook zelf onderzoek te doen en ook zelf na te denken. Erasmus werd ondergebracht in een klooster te Stijn bij Gouda. Een van de redenen waarom de mensen in Gouda zeggen dat Erasmus eigenlijk van hun is. En daarna werd hij priester, net als zijn vader. In dit klooster was Erasmus echter doodongelukkig. Hij moest hier formele regels en rituelen volgen die Erasmus deden afstompen en volgens hem niets te maken hadden met een echt geestelijk leven. Hij ging studeren in Parijs, maar ook aan deze universiteit was Erasmus helemaal niet op zijn plek. De theologische discussies die hier werden gevoerd hadden voor hem niets te maken met het echte leven van mensen. En eigenlijk was er maar één plek waar Erasmus zich echt thuis voelde. En dat was tussen vrienden. Waar hij kon drinken, hij lustte hem wel. Waar hij grappen kon maken, wat hij ook graag deed. En gesprekken voeren over de dingen die ertoe deden. Nou, ook in de tijd van Erasmus had je natuurlijk landen, je had steden, kloosters en universiteiten, fysieke plekken waar je als geleerde kon leven
en kon werken. Maar daarnaast ontstond er in deze tijd een geestelijke plek. Los van de plaats waar je verbleef. Dat werd toen een republiek der letteren genoemd. En je zou het kunnen zien als een begin van een publiek debat. Waarbij mensen in heel Europa met elkaar in discussie gingen. In boeken en pamfletten en allerlei andere geschriften. Eigenlijk een heel andere wereld, een heel nieuwe wereld, die kon ontstaan dankzij de nieuwe media. In dit geval dus die boekdrukkunst. Die er ook voor zorgde trouwens dat geleerden zoals Erasmus boeken konden verkopen en met hun werk wat geld konden verdienen. Maar goed, terug naar de vraag, hoe doe je dat nou? Jezelf mengen in een publiek debat. Hoe kun je zo'n gesprek nou eigenlijk voeren op een manier dat je elkaar keihard de waarheid mag zeggen, maar ook dat je daarbij van elkaar kunt leren? Nou, precies daarvoor kunnen we nog altijd te raden bij onze Erasmus, die zijn tijdgenoten eigenlijk precies die vaardigheid leed zien. Iets wat we in de sociale media van nu lijken te hebben verloren en waar we behoefte aan blijken te hebben. Wat moeten we ons nu voorstellen bij die harde kritiek van Erasmus van 5 eeuwen terug? U zult denken, nou, dat is zo lang geleden, dat zal ons niet veel doen. Wij zijn wel wat gewend tegenwoordig, maar mij deed het wel wat, moet ik eerlijk zeggen, om in de lof der zotheid zijn kritiek te lezen op de politici. Vooral op de vorsten, de politici van zijn tijd. En wat schreef hij daar dan zoal over? Ze geloven dat ze hun taak al naar behoren vervuld hebben als ze ten eigen voordele baantjes en postjes verkopen. Ze vinden daarvoor zulke geschikte voorwenselen dat die toch een schijn van rechtmatigheid hebben. Daar voegen ze dan nog wat vleierij aan toe om de volksziel aan zich te binden. Stelt u zich zo'n vorst eens voor, en zo zijn ze vaak. Een man die de wetten niet kent, die bijna vijandig staat tegenover het algemeen belang, die steeds bedacht is op eigen belang, die een slaaf is van zijn lusten, niets moet hebben van geleerdheid, nog van de vrijheid en de waarheid, die nergens minder aan denkt dan aan het welzijn van de staat, maar alles afmeet aan zijn eigen begeerte en voordeel. U hoort het. Erasmus was dan wel geleerd, maar hij bleef toch een Rotterdammer. Met het hart op de tong. Ik weet niet wat u ervan denkt, maar ik vind het heel opmerkelijk. Dat een tekst van 5 eeuwen geleden, geschreven in een andere tijd, met een andere politiek, toen mensen anders dachten, toch eigenlijk nog zo herkenbaar is. En ik kan hier natuurlijk geen politieke uitspraken doen. Maar toen ik deze tekst van Erasmus voorlas, zag ik in ieder geval op de voorste bank een aantal mensen knikken. Het zijn de woorden van dwaasheid. De woorden van dwaasheid, de hoofdpersoon in Lof der Zotheid. Die in dit boek een reden houdt, een reden over zichzelf. Een lofrede op de dwaasheid. De wereld is immers dwaas. En daarom is kijken door de bril van de dwaasheid de enige manier om mensen beter te kunnen begrijpen. Als je er even over nadenkt, is het eigenlijk heel simpel. Als je je blik omdraait en vanuit een ander perspectief kijkt, dan ziet de wereld er anders uit. Dan zie je dingen die je eerder niet zag. Komt er ruimte voor creativiteit en experiment. Het is natuurlijk goed om jezelf in te leven in de blik van een ander, om te leren hoe die denkt en waarom die dingen doet. Maar Erasmus gaat nog een flinke stap verder. Hij leert je kijken met een abstract perspectief, met de blik van de zotheid. Als we kijken naar de dwaasheid van de mensen, hoe ziet onze samenleving er dan uit? En het gaat dwaasheid niet zozeer om de vraag of iets waar is of niet waar is, of dat iets goed is of fout is, maar vooral om wat mensen doen en waarom ze dat eigenlijk doen. Goed, maar hebben we daar ook iets aan? Kunnen we iets van onze dwaasheden leren?
Nou, volgens Erasmus wel. Want als dwaasheid de wereld op zijn kop zet, dan komt die in werkelijkheid weer op zijn pootjes terecht. Dan zien we dingen die we anders niet zagen, mogen we dingen zeggen die we anders niet mochten zeggen. Creëren we een open ruimte, een vrij debat waarin we alles mogen bespreken en niemand beledigd hoeft te zijn. Erasmus schrijft het in de inleiding bij Lof der Zotheid, in een opmerking over de gevoelige oren van zijn tijdgenoten. Dit boek gaat niet over mensen, zegt hij, maar over hun ondeugden, over hun immorele gedrag. Dus schrijft Erasmus, als er iemand opstaat en zegt dat hij beledigd is, dan heeft hij een slecht geweten. Dwaasheid zelf zegt er nog iets harder in Lof der Zotheid. Als er een steen op iemands hoofd valt, is dat echt erg. Als er een steen op iemands hoofd valt, is dat echt erg. Ja, een steen op je hoofd, dat doet altijd pijn. Daar kun je niets aan doen. Maar of woorden je raken en kwetsen, dat is geen natuurwet. Volgens dwaasheid. Daar heb je volgens haar altijd een keuze. Of je door een woord of een gedachte gekwetst wilt zijn of niet. Een uitdagende opmerking in de tijd van Erasmus, maar toch zeker ook nu. In onze tijd waarin volop debat is over woorden die wel of niet mogen worden gebruikt en over gedachten die wel of niet mogen worden besproken. In een cultuur waarin confrontatie toch uit de weg wordt gegaan en we andere gedachten liever cancelen. Dit Erasmiaanse denken vind ik heel mooi verbeeld in het standbeeld zelf van Erasmus, dat in 1622 werd gemaakt door Hendrik de Keizer en nu voor de Lauwerskerk staat. U ziet het. Het standbeeld, dit is een standbeeld dat in beweging lijkt. Erasmus leunt naar voren en hij lijkt een stap te zetten, alsof hij aan de wandel gaat. Tegelijk leest Erasmus in een boek en slaat hij een bladzijde om. Nou, het mooie van kunst is natuurlijk dat ieder hier het zijne in kan zien, maar voor mij heeft dit Erasmusbeeld deze wijze boodschap. Dat we niet stil kunnen staan en altijd blijven nadenken. We steeds een bladzijde moeten omslaan. Niet aan een gedachte moeten vasthouden omdat we die eenmaal hebben bedacht. Ons niet kunnen beroepen op regels, alleen maar omdat we die ooit hebben opgeschreven. Nou, Erasmus leerde zijn tijdgenoten schrijven en wat hem betreft deed je dat met humor en met ironie en ook met een gezonde dosis zelfrelativering. Kon je keihard zijn naar een ander als je ook kritisch was op jezelf. Hij leerde zijn lezers ook hoe je kon lezen. Dat elke goede tekst een uitnodiging is. Om jezelf in te leven in het perspectief, in de blik van een ander of met een andere blik naar de wereld te kijken. En vooral, door je in te leven in een ander, leerde je ook jezelf beter kennen. Door met een andere blik te kijken, zag je ook beter jouw eigen blik, jouw eigen oordelen, jouw eigen vooroordelen. En als je jezelf beter leerde kennen, werd je volgens Erasmus ook veel socialer tegenover anderen. Kon je meer zien wat mensen onderscheidt en tegelijk beter zien wat ons bindt. Nou, fijn zult u misschien zeggen. Goed voor die Erasmus. Maar wat hebben wij daar nu aan? Nu hier in Rotterdam. In een tijd van polarisatie, waarin mensen elkaar naar het leven staan. Met al die nieuwe sociale media die de tegenstellingen tussen de mensen verder oppoken. Nou, ik kan u verzekeren. De rector Magnificus zei er al iets over. De polarisatie van nu verbleekt bij die van 500 jaar geleden. Wat een tijd was van politieke en religieuze oorlogen waar je letterlijk je kop kon verliezen. De beste vriend van Erasmus is dat ook gebeurd. En nieuwe media die mensen tegen elkaar ophitsen, die had je destijds even goed. Met alle schimp en alle smaadschriften van die tijd. Als een gevolg van het nieuwe medium van de boekdrukkunst. Nou, deze Rotterdam-lezing is mede bedoeld om een brug te slaan tussen de universiteit en de stad. Maar dat gaat deels vanzelf. Want de universiteit is
onderdeel van de stad. Studenten die leven in de stad en studeren aan de universiteit zijn ook Rotterdammers en brengen hun gemak, hun ongemak en hun zorgen die ze delen met al die Rotterdammers, brengen ze met zich mee. Over wat ons bindt en de waarden die we delen. En met veel interesse volg ik dan ook discussies op de universiteit over de universiteit als een safe space of een veilige ruimte. En dat is een debat dat eigenlijk begon met studenten die niet geconfronteerd willen worden met woorden of met gedachten die hen kunnen kwetsen. Nou, ik zei net al iets over vrouwendwaasheid, die hier wel raad mee zou weten, met haar opmerking dat alleen op een steen op je hoofd pijn doet. Maar toch is dit een discussie die we serieus moeten nemen. En die we moeten voeren. Omdat dit gesprek over wat voor mensen een veilige plek is, niet alleen van belang is voor de universiteit, maar natuurlijk voor de hele stad. Nou, op de universiteit gaat de discussie in grote lijnen ongeveer als volgt. Een aantal mensen lijkt tijdens colleges op de campus niet geconfronteerd te willen worden met woorden of gedachten die hen kunnen kwetsen. En ja, daar is iets voor te zeggen. Want als je jezelf niet veilig voelt, kun je ook niet leren. Maar andersom is eveneens waar. Om jezelf te ontwikkelen kun je niet blijven bij je eigen gelijk. En moet je andere ideeën en perspectieven leren kennen. Nou, dat is de ene groep. De andere groep mensen heeft juist een omgekeerde mening. Zij vinden dat op een universiteit altijd alles moet kunnen worden gezegd. Ja, en daar is ook iets voor te zeggen. Hè? De universiteit is er om de status quo te doorbreken en grenzen te verleggen. Erg mee eens. Maar bekijk ook dit eens andersom. Zoals Erasmus dat altijd doet. Vrijheid betekent ook dat je anderen de vrijheid gunt. En dingen als haatzaaien horen daar nou eenmaal niet bij. Maar goed, laat ik het u gewoon eens vragen. Laten we eens kijken met hand opsteken. Wie van u is het eens met het idee dat mensen altijd het recht hebben om niet geconfronteerd te worden met gedachten die hen kwetsen? Of bent u het eens met dat mensen nooit mogen worden gekwetst? Wie is het daarmee eens? Helemaal niemand? 1. Dankjewel, je hebt de avond gered. Oké. Wie van u deelt het idee dat altijd alles gezegd mag worden, ook als dit aanzet tot haat, tot intimidatie of tot discriminatie? Wie vindt dat altijd alles gezegd moet kunnen worden, ongeacht de gevolgen? Wie van u vindt dat? Niet eens één? Jeetje. Oké, en dan tenslotte een derde optie. Wie van u is het met allebei deze visies niet eens? Ja, dat is optellen en aftrekken, dus dat is bij. Kijk eens aan. En ik moet zeggen, u bent, nou, we zijn in Rotterdam, dus dat is logisch, u bent toch wel vrij Erasmiaans. Want wat leert Erasmus? We hoeven niet altijd te kiezen. Veel belangrijker is dat we zelf nadenken. En ik zie het ook in de publieke discussies, precies dit ook heel vaak gebeuren. Dat uitgesproken standpunten het debat domineren. Uitgesproken standpunten het debat domineren en veel mensen zich daar eigenlijk niet goed bij thuis voelen, nog bij de ene, nog bij dat andere uiterste. En ook mensen op onze universiteit die ik ernaar vroeg, zeker jongere mensen, zeker studenten, blijken een heel ander idee te hebben van een safe space of veilige ruimte dan deze twee extremen die het debat domineren. Voor hem is een veilige ruimte vooral een ruimte waar je kunt proberen en kunt experimenteren en een plek om jezelf te emanciperen. En dan moet ik zeggen, dat herken ik omdat ik daar zelf ook zoveel voordeel bij heb gehad in mijn tijd als student aan de Erasmus Universiteit. Ik moet u zeggen, dat was in de jaren 90. Maar wat ik meemaakte was dat gevoelens flink werden opgeschud en gedachten op de kop werden gezet.
waarbij vaste overtuigingen waar ik heilig van overtuigd was, gingen schuiven en in mijn hoofd veel meer ruimte kwam om me te interesseren in anderen. En dat was nodig en daar ben ik de universiteit ook nog altijd dankbaar voor. En ik hoop natuurlijk nu dat ik jongere studenten kan helpen om datzelfde te ondergaan. Dat brengt ons ook bij de vraag natuurlijk wat een universiteit is. Wat is een safe space op een universiteit? Hoe gaan we met elkaar om? Maar dat geldt niet alleen voor de campus, dat geldt natuurlijk ook voor de hele stad. Het is ook de vraag wat Rotterdam eigenlijk is. Wanneer is dit een veilige ruimte voor de bewoners? Hoe gaan Rotterdammers met elkaar om? Dit lijkt een discussie over onrust en ongemak. Want hoe kunnen we elkaar nog aanspreken? In deze tijd van toenemende polarisatie en van afnemend vertrouwen. Maar ik zei het al. Wat hebben we hier toch een geluk? In deze stad, de stad van Erasmus. Die je laat zien dat je alles met elkaar kunt bespreken. Als je het maar doet met humor en ironie en gezonde zelfrelativering. Als je bereid bent om je in te leven in een andere, waardoor je tegelijk ook jezelf beter leert kennen. Ziet welke waarden je deelt en wat ons als mensen bindt. Nou, wat heb ik dan geleerd van Erasmus? Eigenlijk een aantal wezenlijke dingen. Dat is dat vrijheid begint met gunnen van de vrijheid aan een ander. Je kunt vrijheid niet opeisen. Vrij zijn kun je ook niet alleen. Maar dat kun je alleen samen doen. Vrijheid moet je krijgen van een ander. Ook dat je respect niet kunt eisen, maar moet verdienen. Door anderen in hun waarde te laten. Want samenleven, dat doe je niet alleen, maar altijd hand in hand. Dat brengt mij tenslotte weer bij u. Kijk even naar het college van bestuur, naar de rector magnificus, want we hebben nog huiswerk te doen. Dat is namelijk mijn impactmeting. Want we willen natuurlijk weten of deze lezing wel zin heeft gehad. Nou, eerder vroeg ik u, wie van u de Lof der Zotheid echt heeft gelezen? Dat waren er 3, geloof ik. Heel goed. Dat was mijn nulmeting. Nu heb ik een tweede vraag. Maar eerst heb ik nog een opmerking. Lof der Zotheid is ruim 5 eeuwen geleden verschenen. Er zijn goede vertalingen en onlangs verscheen een heel bijzondere uitgave. Een uitgave door Sandra Langerijs, die ook de biografie van Erasmus heeft geschreven. En Sandra Langerijs heeft een hertaling gemaakt en het boek herschreven, Lof der Zotheid herschreven, in een eigentijdse taal en ook een heel toegankelijke taal van nu. En de titel is Erasmus, Lof der Zotheid. Erasmus, Lof der Zotheid. Ik kan het u van harte aanbevelen. En dan nu mijn slotvraag aan u allen. Wie van u heeft vanavond zin gekregen om Lof der Zotheid te gaan lezen? Mag ik eens zin zien? Ja? Kijk, de rector magnificus kijkt al om naar de nulmeting. Ik denk dat mijn impactmeting in ieder geval succesvol is geweest. Rotterdammers, Rotterdammers, ik wil u in ieder geval allemaal hartelijk bedanken. Hartelijk bedankt voor uw aandacht en u ook meegeven. Zorg goed voor elkaar, voor deze mooie stad en deze bijzondere familie. Dank je wel. Ja, blijf. Ronald van Raak. Dat hoort erbij. Ja. Want ik heb beloofd dat jullie vragen mochten stellen. Ja, dat is wel leuk, toch? Ja, ja, wederkerigheid is heel belangrijk. Ja, er werden aantekeningen gemaakt en zo. Dus ik denk dat er heel veel mooie vragen zijn. Er lopen mensen rond met een microfoon. En bovenaan moet je even bij zo'n microfoon gaan staan. En dan krijg je de beurt. Dus als je een vraag hebt, steek je hand omhoog, zou ik zeggen. Om jullie een beetje tijd te geven, zal ik dan alvast even een vraag stellen. Heb je al verteld dat we op dezelfde middelbare school hebben gezeten? Oh nee, wij hebben op dezelfde middelbare school gezeten. Ja. In Tilburg. Ik iets eerder. Ja, iets eerder. Ja. Ja. Nou, dat geldt terzijde.
Oh. Ja, nou, ik had er even een beginvraag. Oh, je had een beginvraag. Ja, want er stond natuurlijk die mooie Creating Societal Impact. Positief zelfs. Positief zelfs. Ja, ook zelfs. Dat nog. Ook nog. Behalve de Rotterdam-lezing. Hoe doet een hoogleraar Erasmiaanse waarden dat, vroeg ik me af. Eigenlijk alles wat ik doe moet impact hebben, anders begin ik er niet aan. Ja. Nee, maar ik heb wel een hele bijzondere... Ik ben wel heel blij met de positie die ik heb gekregen. Dus hoogleraar Erasmiaanse waarden. Ja, dat betekent... Alles heeft te maken met waarden. Dus ik mag me overal mee bemoeien. Heerlijk is dat. En ik mag dus ook heel veel lezingen geven in de stad voor allerlei clubs, voor allerlei mensen die me uitnodigen. En ik wil jullie ook, als jullie het willen hebben met over waarden, over Erasmus, de verhouding tussen de universiteit en de stad, treed ik graag op. Dus ik doe onderzoek, ik geef les. Maar een heel belangrijk deel van mijn leerstoel is ook dat ik gewoon lekker op pad mag. De boer op. En dat vind ik erg leuk om te doen. Ja, en dat is nooit gevaarlijk. Want ja, ik begreep dat Erasmus, zijn beeld is ook ooit in het water gegooid in Rotterdam. Ja. Toch? Ja. En, ik ben nog niet in het water. Nee. Dat is nooit, leidt dat tot heftige discussies of gevaarlijkheden? Nou, misschien moet ik mijn zwembroek aandoen. Nee. Het leuke is, kijk, als je met mensen praat over ongemak, wat pijn doet, waar ze zich zorgen over maken. Als mensen merken dat je daarover kan praten, ontstaat er eigenlijk al een hele andere situatie. We doen alsof we in een tijd leven van polarisatie, dat we tegenover elkaar staan. Maar het probleem is dat niet het geval is. Dat we veel meer in ons eigen gelijk zitten, op onze eigen sociale media. En de confrontatie juist uit de weg gaan. En ik merk het vaak dat als mensen confronteren, gewoon gesprekken met mensen aangaan waar ze het gewoon echt niet mee eens zijn, dat beide partijen dat eigenlijk heel leuk en interessant vinden. Ja. Maar je moet het doen. We zijn bang geworden. We moeten om te beginnen minder bang worden om elkaar aan te spreken. Ja. Ik kijk even naar de zaal. Want jullie hebben vast ook vragen. Ja, er is daar een vraag. Ja. En een vraag is een korte zin met een vraagteken achter. Nou, dat valt niet mee. Maar ik wil elk geval zeggen dat ik op een andere school gezeten heb dan jullie. Want ik heb hier een kilometer verderop op het niet minder dan op het Erasmiaans gymnasium gezeten. Ah. Ik had oorspronkelijk de vraag willen stellen. Heb je zelf wel eens de Lof der Zondheid gelezen? Want ik stak mijn hand op, maar kennelijk wel. Ah. Maar mijn vraag is ook over de Lof der Zondheid. Ik heb meer boeken van hem gelezen. Erasmus heeft wel degelijk waarden. En een van die waarden was ook, als je verantwoordelijkheid bent, als je leider bent, dan moet je je eigen belang achterstellen bij het belang van de mensen voor wie je optreedt. Bij het welzijn van die anderen. Dat is een waarde die ik wel terugzag in het citaat, maar die ik eigenlijk niet terugzag in je samenvattende conclusie. Is dat niet ook een waarde voor een universiteit om mensen, jonge mensen, aspirant leidinggevende daarin op te voeden? Ja, dat is echt een hele goede opmerking. Dank je daarvoor. Dat is precies raak. Erasmus past heel erg goed bij deze tijd. We zijn natuurlijk allemaal individuen, mondige individuen, egoïstisch een beetje ook. Dus hij leerde heel erg zelf nadenken, zelf onderzoek doen. Dus dat zelf past heel goed bij onze tijd. Wat minder bij onze tijd past, dan wat we wel moeten gaan leren, is dat datzelfde, dat individualisme ook een andere kant heeft. Namelijk die gemeenschap, die gemeenschapszin. Wederkerigheid. Daarom ook, je kunt nooit vrij zijn in je eentje. Als jij de vrijheid opeist voor jezelf, kan dat alleen als je dat ook aan anderen gunt. En als je je eigen waarde belangrijk vindt, jouw eigen identiteit belangrijk vindt, kan dat ook alleen maar als je anderen respecteert. En dat is natuurlijk iets wat we in het publieke debat en misschien ook onderling een beetje verloren zijn geraakt. Maar dat heeft wel met elkaar te maken. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid. Rechten komt met plichten. En we praten heel graag over vrijheid en rechten, maar verantwoordelijkheid en plichten, dat vinden we heel ingewikkeld om over te praten. Terwijl als je geen verantwoordelijkheid hebt, kun je geen vrijheid hebben. En als je geen plichten hebt, heb je ook geen rechten. Dat is ook Erasmiaans denken. En dat is soms wel heel spannend, denk ik. Kunt u nog iets mee? Hoe reageren studenten op Erasmus? Ik kan me voorstellen dat je Erasmus leest met zo'n Lof der Zondheid, bespreekt. Wat noemen ze dan? Wat valt hen op? Dat is heel particulier. Ja. Kijk, mensen, in Rotterdam kent iedereen Erasmus, maar we weten eigenlijk niet zoveel van de man. En
Dat is misschien ook wel een van de redenen waarom Erasmus zo populair geworden is in de stad. Iedereen plakt er zijn waarden, zijn dingen op. Iedereen eigent Erasmus op zijn of haar manier toe. Zoals ook de Erasmus Universiteit natuurlijk Erasmus heeft toegeëigend. Nou, ik heb daar een mooi verhaal gehouden over Erasmus als ondernemer en vrijdenken. Maar dat is ook allemaal weer toe-eigening. Plaatjes plakken van, ja, Erasmus is ongeveer zoals ik of zoals wij. En als je Erasmus echt gaat lezen en daarover gaat doseren, blijkt Erasmus heel anders te zijn. En vooral iemand te zijn die je confronteert met jezelf. Dat vinden studenten soms best moeilijk. Maar dat is een extra reden om dat te doen. En wat vinden ze dan moeilijk? Precies om de reden dat die meneer zegt. Wij leiden toch een beetje de mensen op die straks verantwoordelijkheden moeten gaan nemen. Ja. Dus Erasmus confronteert ze echt een beetje? Nogal. Ja. Nogal. En vinden studenten moeilijk? Soms. En wat vinden ze dan lastig aan? Nou, we zijn dat minder goed gewend. We zijn ook minder goed in geworden. Hè. Daar hebben sociale media natuurlijk ook aan bijgedragen. De manier waarop hij dat deed, waarom kwam hij met zoveel kritiek weg? Hè? We hebben een citaat laten zien over politici. Ja. Nou, normaal ging je kop eraf. Maar hij kwam daar ook mee weg, omdat hij dat toch met humor deed, met ironie. Zelfkritiek, zichzelf er ook in betrekken. En dat is een manier van schrijven, een manier van optreden, met elkaar in gesprek gaan. Ja, die heel veel ruimte creëert. Als je iets met humor zegt, of op een mooie manier, of ook jezelf in de kritiek betrekt, dan opent dat ontzettende ruimte om elkaar de waarheid te zeggen, om hard tegen elkaar te zijn. Omdat zoiets ook vertrouwen wekt, ja. Heb ik het idee. Helder. Ja? Ja, kijk even. Ja, daar. Ja, mag even opstaan. Ben jij lang genoeg om het te houden voor me? Dank je wel. Goedenavond. Allereerst heel hartelijk bedankt voor uw presentatie. Heel erg leerrijk. Ik heb een van de mooie dingen die u zei is vrede. En vrede is samen. Ontmoeten. Het moment dat je niet meer moet, maar ook als je mensen ziet en tegenkomt. Een van de belangrijke dingen is communicatie. We spreken soms dezelfde taal, maar we bedoelen niet dezelfde dingen. Of we bedoelen dezelfde dingen, maar we zeggen het anders. Is het niet belangrijk dat we nu even die stap terugmaken om afspraken te maken? Hoe communiceren we met elkaar? En dat we vaker tegen elkaar de vraag stellen van, wat bedoel je eigenlijk met wat ik heb gezegd? In plaats van, waarom kijk je zo naar me? Weet je, dus om eigenlijk dat gesprek aan te gaan en hierover te kunnen praten en mekaars mening te respecteren, denk ik dat het goed is om te beginnen met, hoe communiceren we met elkaar over ja, social media, nieuwe communicatie? Mooi punt. Ja, soms lijkt het alsof we het erg met elkaar eens zijn, omdat we dezelfde woorden gebruiken, maar stiekem er iets heel anders mee bedoelen. En soms lijkt het of we het helemaal niet eens zijn, omdat we andere woorden gebruiken, maar bedoelen we toch eigenlijk hetzelfde. Dus ja, vragen wat mensen eigenlijk bedoelen, is heel belangrijk. Hè? Dus in plaats van cancelen, is confronteren ook begrijpen wat mensen eigenlijk bedoelen. Wat bedoel je eigenlijk te zeggen? In plaats van heel primair alleen maar op woorden en betekenissen te reageren. Dat vind ik een mooie dankje. Ik begreep dat bij een andere universiteit, ben even vergeten welke, onderzocht was dit elke anderhalve minuut we in een gesprek eigenlijk iets zeggen ter verduidelijking. Dus dat we elke anderhalve minuut denken van, wat bedoel je eigenlijk? Ja, nou, dus dat ik wel is best vaak. Ik wel vaak. Ja? Ja, ze filosoof. Ja, ja, filosoof doet vaak. Even kijken, nog meer vragen. Ik kijk ook even naar de groep daar achter. Ja, je mag even gaan staan. Ja. Ja. Oké, hallo. In de spotlight. Nou, dat ook nog. Ja. Ik heb ook gestudeerd aan Erasmus. En ik vroeg me eigenlijk af wat je net zei over de studenten die ook in de stad gaan wonen en de soort weerspiegeling van de samenleving. Ik vind het soms best wel lastig om een soort op de universiteit idee te hebben dat het echt een weerspiegeling van de samenleving is. En als je dan zegt over in discussie gaan met elkaar en dat het zo belangrijk is, ja, hoe zou je daarmee omgaan? Of ja, vind ik ook een goed punt. Bijvoorbeeld Engels. De voertaal op de campus is zo'n beetje Engels. Ja. Nou, in Rotterdam is het Rotterdams. Of Nederlands, soms ook. Maar toch niet Engels. En het is eigenlijk heel lange tijd taboe geweest om daarover te praten. Want als je zei van, ja, moeten we nou wel zoveel Engels gebruiken op de universiteit? Ja, maar we zijn toch internationaal, we moeten iedereen welkom heten en zus en zo. En dan werd er aan de andere kant weer weinig nagedacht over van, maar hoe wortelt zo'n universiteit dan in een stad waar je toch eigenlijk door die taal drempels opwerpt? Nou, dat zijn discussies die ik graag wil voeren. En waar ik merk ook dat daar op de universiteit wel ruimte voor is. En verder is er ook altijd wel een beetje een kloof tussen studenten en wijkbewoners bijvoorbeeld.
En daar zie ik ook wel weer juist weer initiatieven van studenten om verbindingen te leggen. Te laten zien dat studenten ook leuke buren kunnen zijn. Dus dat soort dingen gebeuren ook. Maar daar heb jij waarschijnlijk misschien meer ervaring mee dan ik. We gaan nog... Ja. Sorry. Je moest erom lachen. Dan gaan we iets concreter maken dan. Want qua creating positive societal impact, als daarvoor ook die discussie zo belangrijk is, hoe gaat dan bijvoorbeeld het bestuur van de universiteit daarmee om? En hoe zien ze dat als middel om die discussie te voeren? Ja, daar zie ik niet, zit ik niet in. Maar... Heb je een concreet voorbeeld? Of wat? Ja? Nou, ik, ja, zoals nu... concreet voor, ja, nee. Weer een vraag van de laatste tijd zeker. En denk, ja, dan krijg je juist ook weer die kleine clubjes allemaal. En ook dat punt over dat je niet zeg maar vragen mag stellen aan studenten. Ik vind dat best wel raar dat dat ongemakkelijk is. Maar je wilt ook omgaan met protest en kritiek, bedoel je dat? Nee. Ik bedoel echt gewoon puur in de collegezalen. Gewoon een discussie voeren in een collegezaal. Ja, dat waarom dat niet raar makkelijk. Is. Nee, maar het grappige is, die discussie over die waarden... Die voeren we met z'n allen. Alle medewerkers, personeel, docenten, onderzoekers, studenten. Dat is heel interessant. Dat is ook een van de redenen waarom ik daar ook voor in wil zetten. Is dat je met je... Het zijn natuurlijk allemaal academici, zijn allemaal eigenzinnige typetjes. Studenten zijn ook vaak eigenzinnige typetjes. En door zo'n universiteitsbrede discussie te voeren, moet je toch ook met elkaar daarover in debat. Moet je ook even over je eigen gelijk heen. En moet je dingen bespreken die moeilijk liggen in de collegezaal. En... Ik denk, door met elkaar af te spreken, dat we een discussie houden over gedeelde waarden, over Erasmiaanse waarden, ontstaat er gewoon ook ruimte om dat te doen. Kun je niet zeggen, nee, maar daar mogen we het niet over hebben, of daar kunnen we het niet over hebben, of daar vind ik ongemakkelijk om het over te hebben. Want ja, we hebben juist een hele discussie gestart. Maar ik vind, ja, dat die discussies moeten in de stad worden gevoerd, moeten op straat worden gevoerd, en ook in de collegezaal worden gevoerd. Kun je daar wat mee, of? Ja, we doen nou hoe dan, moet je welk zaaltje in de bibliotheek, in de, bedoel je dat ook? Ja, oké. Nog één laatste toevoeging. Ik vind bijvoorbeeld ook opleidingen, dat het nu allemaal een soort van snel de indruk wordt gewekt, dat het op een bepaalde manier hoort en zo hoor je het te doen. En dat dat eigenlijk nooit meer, dat dat niet meer weggaat. Dat het beeld blijft van, oh, ik leer het op een bepaalde manier te doen en zo moet ik het ook doen. En dat juist die discussie echt, naar mijn mening, niet per se meer onderdeel is van... onderwijs. Ja, daar heb je misschien wel... Kijk, wat je zou kunnen doen is ook altijd filosofie erbij gaan studeren. Ja. Dan mag je echt alles discussiëren wat los en vast zit. Ik denk dat jullie hier straks even over me na moeten praten. Dat mag je altijd doen. Oké. Annelien Bredenoort wil daar iets over zeggen. Ik kan misschien wel als kort antwoord naar jou toe ook. We hebben een paar weken geleden hebben we onze nieuwe onderwijsvisie gemaakt. De vorige was uit 2017. En wat we onder andere heel specifiek in die onderwijsvisie hebben vastgelegd, is ten eerste na corona. We hebben veel geleerd in de digitalisering van het onderwijs en dingen hybride doen. Maar we hebben eigenlijk met elkaar uitgesproken. In principe doen wij gewoon onderwijs op de campus. En dus niet vanaf Teams vanuit huis. Maar in principe is ons bacheloronderwijs gewoon op de campus. Omdat als er ergens een plek is in het land en in de stad waar je mensen van alle soorten en windrichtingen bij elkaar hebt in één lokaal, dan is het in het onderwijs. Dus, dus dan dwing je eigenlijk mensen fysiek al om met elkaar van gedachten te wisselen. En het tweede in die onderwijsvisie is dat we ook zeggen van in principe creating positive societal impact betekent dus ook dat studenten moeten nadenken over hoe zij zich verhouden tot de wereld en de maatschappelijke vraagstukken. En daarom ontwikkelen we nu in alle jaar 3 van de bacheloropleiding een impact vak. En in een aantal opleidingen zijn we al heel ver, gebeurt dat al. En de rest wordt nu ontwikkeld. Ook dat mensen hun boekkennis en wat ze geleerd hebben, dat het zo zou moeten zijn, dat het geconfronteerd wordt met hoe weerbarstig de wereld in het echt is en de praktijk. Dus ik denk zelf dat we wat verloren hebben door corona. En dat iedereen naar huis gegaan is en onze docenten zijn thuis gaan werken. En dat ook dat kritische debat niet geholpen heeft in die tijd. Dus we moeten ik ben voorzichtig optimistisch. Ja. Maar dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, het maakt een hoop los. Dat is goed, ja. Ik wil het panel daarbij vragen. En dan kunnen we ook nog steeds vragen stellen en zo, hoor. Maar dan gaan we het gesprek verdiepen. Neem lekker plaats. Dan mag het panel erbij. Alvast een applaus. Ja, kom erbij.
Naast mij, Stan Schoutsmit, is sinds 5 jaar de gemeentelijke kinderombudsvrouw van Rotterdam, Albrandswaard, Capelle aan de IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan de IJssel en Vlaardingen. Hey. Welkom in ons panel. Ik ga je zo meteen Inge Hutter nog voorstellen, maar ik heb meteen al een vraag. Wat doet een kinderombudsvrouw? Nou, mijn taak is om te controleren dat het goed gaat met de kinderen hier in de stad. En goed voor mij betekent dat de rechten van kinderen worden nageleefd. En dan moet je denken aan het recht op onderwijs, het recht op zorg. Het recht om mee te kunnen praten, mee te kunnen beslissen. Dus de discussie waar Ronald het over heeft, van hoe praat je met elkaar, dat is iets wat mij zeer aanspreekt. Helder, ja. En naast jou Inge Hutter. Nou, jij bent een hoop, je bent hoogleraar, je bent rector aan het ISS. Dat is van Rotterdam, maar dat zit in Den Haag, het International Institute for Social Studies. Ja. En ook de academische ambassadeur Erasmiaanse waarden in leiderschap binnen de Erasmus Universiteit. En dan vraag ik me meteen af, wat doe je dan als je academisch ambassadeur Erasmiaanse waarden in leiderschap bij de universiteit bent? Nou, ik vond de vraag vandaar erg... Ja, het sluit al een beetje op aan. Wat ik denk van dat Erasmus Universiteit heeft gedefinieerd van creëren van positief maatschappelijke impact. Ja. Maar de kernwaarde is van maatschappelijk geëngageerd zijn. Dat is een enorme verandering. Ben je een ivoren toren als universiteit of wil je meer zijn dan dat? Dus de Erasmiaanse waarde van maatschappelijk betrokken zijn is een hele belangrijke. En de vraag is, zijn we dat al of nog niet zo? Als ik heb gekeken naar de Koningsdag hier in Rotterdam. Fantastisch, dat is natuurlijk een hele enorme mooie show. Maar als je dan kijkt naar onze bijeenkomst op Erasmus Universiteit, nou, dat zit nog wel een verschil tussen de maatschappij in Rotterdam en onze universiteiten. Hoe zouden we dat nog anders kunnen doen? Meer diversiteit, meer inclusiviteit. Ja. En de instrumentele waarden zijn eigenlijk open-mindedness, connecting, dus verbindend, ondernemerschap en wereldburgerschap. Ja. En dat zijn eigenlijk manieren om zo ver te gaan komen. Maar het is echt een transformatie en een ander soort van universiteit dan een ivoren toren. Ja, dus er zijn, hoeveel waarden zijn er, Erasmiaanse waarden? Vijf. Ook wel overzichtelijk. Ja, maar daar zitten we onder verdelingen. Maar het is toch best helder, toch? Ja. Ik wil beginnen om met jullie te vragen, wat heb je meegenomen uit de lezing? Wat is je bijgebleven? Waar ging je van aan? Nou, ik denk dat Erasmus een hele goede collega zou zijn. Dus als we vacatures zouden hebben, dan zou ik Erasmus willen uitnodigen om te solliciteren. Want vanuit bureau Ombudsman Rotterdam-Rijnmond, we zijn maatschappelijk betrokken. We proberen impact te maken, daar waar mensen vastlopen. We zijn open en kritisch, onafhankelijk. En we zijn ook zeer bezig met nieuwe media. We zijn net begonnen met Ombuds TV. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, Erasmus zou ons daar zeer goed bij kunnen helpen. Ja, wat leuk. Erasmus de kinderombudsman. Ja, en ik ben niet alleen, ik ben een team, ik ben een duo met de ombudsvrouw. We zijn er samen voor alle inwoners in de stad. En we hebben een team van 25 mensen. En die zijn allemaal onafhankelijk, kritisch en gericht op impact. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de inwoners in Rotterdam zich en weer betrokken voelen bij de stad, weer vertrouwen krijgen in die gemeente. Maar ook, en dat is voor mij als kinderombudsvrouw heel belangrijk, hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren ook kunnen meepraten over dingen die belangrijk voor hen zijn. Ja. En ik hoorde net iets over een onderwijsvisie. En ja, dat is dan een beetje een beroepsdeformatie. Dan het eerste wat ik denk, oh, en hebben kinderen en jongeren, of in dit geval dan jongeren, studenten, ook meegepraat over wat zij... Ja, geknikt. Ja, heggelijk. Goed zo. Ja, want je vindt het heel belangrijk. Het moet niet over kinderen gaan of over jongeren, maar je moet ze betrekken. Of je moet eerst vragen wat willen zij. Ja, het gaat om hen. Dus de vraag is eerst, wat zijn jouw behoeftes? En dat is niet alleen maar belangrijk om te doen, maar het is ook een verplichting om te doen. Omdat kinderen hebben nou het recht om mee te kunnen praten, mee beslissen over dingen die belangrijk voor hen zijn. Ja. Ronald, meteen Erasmus wordt al weer binnengehengeld voor de kinderombudsman. Altijd, maar hij was natuurlijk bij uitstek een pedagoog. Hij heeft een hele mooie uitspraak gedaan. Kinderen worden niet geboren, maar gemaakt. En hij schreef ook heel veel, gaf ook heel veel les om kinderen te leren mens te worden. Zichzelf te worden, zichzelf te vinden. En dat is een pedagogiek die eigenlijk een beetje van alle tijden is. En
die zeker bij jullie zal passen, ja. Ja. Ja, of wij het daarmee eens zouden zijn, weet ik niet. Nee, dat had hij niet zo erg gevonden, hoor. Nee, want juist een van de hele belangrijke dingen is dat kinderen gezien worden als zelfstandige dragers van rechten. Mm-hmm. Ja. Het zijn niet aanhangsels van hun ouders, maar ze hebben zelf rechten. Dus of dat nee, helemaal dat zou bedoelde uitsluiten... hij er wel mee, hoor. Dus eigenlijk zie je in die tijd ook dat kinderen een eigen ruimte krijgen. Dus het kind als kind wordt gezien en niet als een mini-volwassene. Ja. Daar heeft hij wel veel aan bijgedragen, denk ik. Dus juist de eigenheid van kinderen, een eigen wereld, een eigen ontwikkeling. Ja, daar kunnen sommige ouders ook met hun mini-mi nog wel wat van leren, denk ik, toch? Ja. Inge, wat heb jij meegenomen uit de lezing van verschillende Ronald? Verschillende dingen wel. Eén ding, ik dacht ook Erasmus wereldburger. Want hij heeft ook ontzettend veel gereisd, wat toen de wereld was in Europa. Ja. Dus dat dacht ik van, dat is nog iets wat ik zelf vooral vanuit ISS heel erg belangrijk vind. Ja, want jullie zijn een hele internationale... Hele internationale instituut, ja. Maar ook het verschil over safe places hebben we het vaak genoeg gehad. Ja, daar moeten we nog eens over. Ja, precies. Ja. Vertel. nou, daar kan je op verschillende manieren naar kijken, wat een safe place is. En mijn idee is van, zolang het nog zo echt zo kan zijn dat er machtsverhoudingen zijn die misbruikt worden, ook in de universiteit, in welke organisatie dan ook, dan is het geen safe place voor bepaalde mensen die daar last van hebben. Ja. Dus daar hebben we wel vaker discussie over gehad. Ja, maar als het gaat over machtsverhouding, dan komen we daar wel uit, hoor. Oh, ja. Daar komen we wel uit. Ja, wat leg eens uit hoe dat werkt. Want jullie zijn allebei op een soort missie binnen de universiteit. Samen missie. Ja, toch? Daarom zijn we het ook niet eens. Ja, om de Erasmiaanse waarden uit te dragen. Ja. Waar loop je dan tegenaan? Hoe gaat dat? Ik denk dat we een ander perspectief of een andere insteek hebben. Ja. Maar die wel complementair aan elkaar is. Ja. Ja, maar we willen een beetje strijd vanavond. Oh, oké. Okay. Ja. Toch? Dat we hebben geleerd met humor, ja. Mag dat? Nou, Ronald, jij hebt het de hele tijd over debat. Ik heb het over dialoog. Ja. Dat is zeker een verschil. Ja. 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 En dan is de vraag wat je nodig hebt om ongemakken te leren herkennen, om te kijken waar het schuurt. En dan moet je soms ook prikken. En dan moet je soms ook poken en dan moet je soms juist confronteren. Maar ik ben het met je eens, als dat alleen je levenshouding is, als je het alleen maar zo doet, ja, dan zitten we met de sociale media van deze tijd of de schand- en schotschriften van deze tijd. Dus dat is ook een manier waarop je daarmee moet leren spelen. Hè? Erasmus was het ook heel erg van dat je leerde spelen. Leren spelen met woorden, leren spelen met analyses, leren spelen met beelden. En juist die speelsheid is iets wat, denk ik, op sociale media heel erg ontbreekt. Waar bijvoorbeeld Twitter in de beginperiode heel goed in was. Spelen, grappig, interessant, leuk. Proberen in 440 tekens iets leuks, iets grappigs, iets positiefs te zeggen. Is het nu toch een soort beerput geworden. En ik denk voor jonge mensen, en denk voor alle mensen, is denk het leren spelen met woorden. Het leren spelen in een gesprek. Leren spelen met perspectieven, iets wat heel erg belangrijk is. Ja. En wat we een beetje zijn afgeleerd. Maar je hebt het veel over debat, je hebt het veel over confrontatie. Je hebt het veel van, je moet mensen dat vertellen wat jij vindt. Terwijl in dialoog is voor mij veel meer ook de interculturele communicatie. Van zet even je eigen oordeel opzij. Kun je dat doen? Kun je luisteren naar iemand? En kun je proberen het perspectief van die ander te zien om vervolgens tot een dialoog te komen? En ik moet zeggen, als wij dat ook op de universiteit doen met verschillende groepen, dan gebeurt daar iets heel anders tussen mensen. Dus dat is nog wel iets wat ik wel met je vind. Waar werkt het om het debat te doen en de confrontatie aan te gaan? En waar wil je juist meer die verbinding aangaan met elkaar om verder te komen? Ja, maar daar komen we wel uit. Want het doel van Erasmus, van die confrontatie, is de ander te leren kennen. De blik van de ander, het perspectief te leren kennen. Daardoor ook jezelf beter te leren kennen. Dat je zelf ook een perspectief en een blik en vooroordelen hebt. Dus door de vooroordelen van de andere lid te leren kennen, leer je ook je eigen vooroordelen te kennen. En leer je elkaar ook beter begrijpen. Dus het doel is hetzelfde. De vraag is hoe je daartoe komt. En soms is daar confrontatie natuurlijk niet mee voor nodig. Want als je dat gesprek kunt hebben, is dat fantastisch. Maar soms is denk ik die confrontatie nodig om dat gesprek te forceren. Nou, en je moet nooit het ene altijd doen en nooit het andere en andersom. Ik denk dat je ook moet leren spelen wanneer je het ene middel inzet of het andere. Ik werd wel geprikkeld door wat je zei, dat Erasmus ook zei, je hoeft niet altijd te kiezen.
Ja. Of zoiets zei je, hè? En ja. Ik ben benieuwd, zet je dat dan ook in het debat of het dialoog... dat je misschien niet direct voor het een of het ander hoeft te kiezen. Ja, in de tijd van Erasmus had je reusachtige dogma's. De dogma's van de katholieke kerk. Hij was een priester, nota bene. Hij verzette zich met hand en tand heel hard tegen dogma's van de kerk. Daarna kreeg je Luther, Calvijn, het Calvinisme. En die zagen in hem een bondgenoot. Maar die wilde die ook niet voor kiezen, omdat hij dacht, ik ga het dogma van de katholieke kerk niet inruilen voor het dogma van de Calvinisten. En hij werd gedwongen om te kiezen. Hij koos niet. En daardoor hebben beide kampen hem lange tijd gehaat. En is hij ook eeuwenlang eigenlijk verketterd door zowel protestanten als katholieken. Maar waarom deed hij dat? Hij zei, je moet voor geen enkel dogma kiezen. Sterker nog, je moet ook wat ik zeg niet aanvaarden. Je moet zelf nadenken. Zelf onderzoeken. Nooit autoriteit aanvaarden. En dus dat niet kiezen bedoelde hij eigenlijk mee dat je moet wapenen tegen dogmatisme. En zijn manier van denken, zijn manier van optreden, was voor hem eigenlijk om jonge mensen te leren zich te wapenen tegen dogmatisme. Waarmee hij natuurlijk botste met alle machten en krachten van zijn tijd. Maar hij probeerde jonge mensen precies dat te leren. Ja. Ik begreep dat jij ook bemiddelaar ooit geweest bent. Of ben je nog steeds? Nee, ik ben het geweest. Ja? Maar in mijn werk als kinderombudsvrouw zet ik het veel in. Want ik zei al, mijn taak is om erop toe te zien dat het goed gaat met de kinderen in de stad. Ja. Dat doe ik door klachten te behandelen. Wat herken jij hiervan? Van wat we hier qua dialoog, debat, heb je ook natuurlijk die vaardigheden? Nou ja, kijk, als je veel van de klachten die bij ons binnenkomen, waar het gaat over kinderen voor wie er geen jeugdhulp is, of kinderen voor wie er geen passende plek op school is. En dan kan ik wel direct mijn juridische troefkaart trekken. Hè, van ieder kind heeft recht op onderwijs, dus hoppatee nou. Maar ik merk dat het gesprek voeren vaak helpend is om ook inzichtelijk te maken. En wat speelt er? Maar ook omdat het vaak zit in mensen die elkaar niet verstaan hebben of niet goed verstaan hebben. En ik merk als ik veel gesprekken voer met kinderen en jongeren, dat het niet alleen het gesprek heel belangrijk is, maar ook de randvoorwaarden van zo'n gesprek. En dat betekent ook, waar voer je het gesprek? Ik zie wel dat kinderen uitgenodigd worden op het stadhuis om dan daar een debat te voeren. Nou, qua plek is dat prachtig. Maar voor kinderen is dat ook heel intimiderend. En voelen kinderen zich daar vrij om te zeggen wat ze op hun hart hebben? Dus je moet ook nadenken, waar doe je het? En je moet ze ook voldoende informatie geven om goed aan dat gesprek mee te kunnen voeren. Waarover wordt jouw mening gevraagd? Wat wordt er met die mening gedaan? Dus ik herken het zeer, maar ik wil ook heel graag aandacht vragen voor die randvoorwaarden van zo'n gesprek, om te zorgen dat het gesprek ook ergens toe leidt. Ja. En kinderen zich gehoord en gezien voelen. Want daar gaat het ook om. Ja. Kan je een voorbeeld noemen van een situatie inderdaad, of een kwestie en hoe dat gewerkt heeft om dat op een andere plek te doen bijvoorbeeld? Of, Nou ja, ik weet een tijd terug zouden een aantal klassen zouden op het stadhuis komen voor een ontbijt in het kader van... We doen schoolontbijten voor kinderen die in armoede opgroeien. En ik werd gebeld door iemand vanuit de gemeente. En die zei, we hebben eigenlijk nog maar heel weinig aanmeldingen voor dit ontbijt. En het zou op het stadhuis zijn. Dus ik heb je wel eens nagedacht over de plek waar je het gesprek doet. En daar kregen we gesprekken over. En uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om dat ontbijt met het daarbij behorende gesprek op school te doen. En dat was uiteindelijk een heel groot succes. Ja. En dat zit in hele kleine dingen. Of die voor ons ogenschijnlijk klein lijken. Toch mooi op het stadhuis. Maar dat roept heel veel op bij kinderen. Waar je oog voor moet hebben als je het goede gesprek wil voeren. Ja, helder. Ja. Inge, als we die Erasmiaanse waarden... Specifiek hou je bezig ook met in leiderschap. Hè? Hoe kunnen we dan die waarden bepalen die we belangrijk vinden? Nou, er zijn er 5 in het geval van de Erasmus Universiteit gesignaleerd. En dan moet je daar ook weer in de praktijk mee aan de slag. Met leiderschap enzovoort. Hoe doe je dat?
Ja, we hebben in de beginfase hebben we vrij veel workshops gehouden, bijeenkomst gehouden om de Erasmiaanse waarden meer onder de aandacht te brengen. En een beetje zoals jij het hier deed, van vragen noemen eens een paar waarden en die zijn er altijd. En ik weet nog dat de studenten filosofie op dat moment vroegen aan ons van, hey, maar wij dachten, die waarden die worden gewoon voor de strategie gebruikt, dat is gewoon marketing en gewoon branding. En dat is het. Oh ja. Jullie gaan er ook echt iets mee doen. En dat is echt zo. Dus het is echt het idee om er iets mee te doen. Ja. Ik denk dat het zo nu eigenlijk wel de meest bekend zijn. Maar het is niet iets van, kijk, dit is de waarde en zo moeten we het doen. Maar meer van als je iets doet, ook als we bijeenkomsten hebben, vragen we ons af, doen we dat nog steeds volgens de Erasmiaanse waarden? En als dat niet zo is, dan grijp je in. Bijvoorbeeld heb je even een dialoog nodig, dat open-minded connecting. Of doen we het op een manier die we eigenlijk toch niet zo heel goed vinden passen bij de strategie. Ja, en wat is jouw ervaring wat mensen aangeven van, nou, dat vinden ze niet prettig of dat gaat er mis bij zo'n dialoog? Oh, dat is een hele, hele gestuurde vraag, van dat er iets niet goed gaat. Ik zeg even de andere kant. Ja, op. Leuk. Even omdraaien allemaal. Dat een moment dat er echt een dialoog is en dat we eigenlijk alles al even los kunnen laten, ja, dan is de plek om te luisteren naar de ander, om het perspectief te horen en om die verbinding aan te gaan. En ga je uit de bijeenkomst op een hele andere manier dan wanneer je praat van, oh, dat rapport en dat document en zo gaan we doen en dat procedure en dergelijke. En ik denk dat we daar gewoon tijd voor moeten vragen en tijd nemen om te zorgen dat dat omgaan met elkaar, wat er verschillende keren hier besproken wordt, om dat met elkaar te bespreken. En dat gaat dus ook over leiderschap, persoonlijk leiderschap en over leiderschap in de organisatie. Ja. Ja. En nou las ik, en dat is leuk in het kader van Erasmus, dat jij in een interview zei dat mensen in het topkader zeiden, er mag wel een beetje meer humor bij de Erasmus Universiteit. Bijna elke workshop die we houden. Ja? Van, waar is de humor? Ja. Ja. En is er nog iets te lachen bij Erasmus? Ja. Dus de lof der zotheid. Maar misschien zijn wij zelf al een beetje te serieus. Maar is dat niet misschien een breder probleem, inderdaad? Dat we in allerlei organisaties, kijk ook even naar Ronald, dat er het moet allemaal wel heel serieus en vrij weinig humor. Ongelooflijk. Mensen bloedserieus over alles. Dingen worden veel te serieus genomen. Begin eens met alles wat je doet te relativeren. Dan wordt het leven zoveel makkelijker. Ja. Ja. Maar dat zijn we echt ontwend. Alles moet verkocht worden, alles moet gepropageerd worden, gepitcht worden, belangrijk gevonden. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nee, daar moeten we echt een beetje mee. Maar goed, dat maakt het leven voor jezelf ook een stuk eenvoudiger als je dat niet doet. Ja, ik schrijf het toch even. Cultuur creëert waarin dat niet per se hoeft, wordt het allemaal een stuk prettiger, hoor. Ja, maar ik vind dat iets heel anders dan serieus zijn. Want je moet wel. Erasmus was bloedserieus. Heel serieus in zijn boodschap. Hij moest dogma's bestrijden, machten, krachten bestrijden, zorgen dat jonge mensen zichzelf konden ontwikkelen, konden onderzoeken. Het was zijn filosofisch project was heel serieus. Maar de middelen die hij koos, ja, als je zijn brieven leest, ze zijn laatst weer uitgegeven door een Rotterdamse uitgeverij. Er zijn er geloof ik 3000 van bewaard gebleven. Het is zo leuk om te lezen. Het is 5 eeuwen terug. En hij zet daar iedereen mee te kijken. En als hij dan iemand iets van iemand gedaan moet krijgen, dan doet hij dat op zo'n overdreven manier. Als hij ergens geld voor moet zien te krijgen, doet hij dat zo overdreven met zoveel humor dat hij eigenlijk alles en iedereen belachelijk maakt. Dat is een manier van communiceren die heel erg helpt. Die heel veel ruimte, heel veel lucht geeft. Ja. Mag ik even iets vragen? Ja? Jij zei volgens mij, lof der zotheid. En zij haar. Zotheid is een vrouw, hè? Ja, dwaasheid. Vrouwendwaasheid is het, ja. Typisch. Ja, wat vinden wij daarvan? Een lof der zotheid. Nou ja, het is een lof, een reden van vrouwendwaasheid over zichzelf. Waarmee ze door alles om te keren eigenlijk de machten en krachten van haar tijd, die allemaal mannen waren, te kijk zet. Ja. Dus dat Erasmus voor een vrouw koos, is denk ik ook niet zonder reden, nee. Heel interessant. Hier kunnen we iets samen doen. Kijk, het komt allemaal goed. En Ronald, ik begreep dat het een man was die dat speelde. Want stel dat het opgevoerd zou worden, dan zou het een man zijn met een vrouwenmasker. En als het in die tijd gespeeld zou zijn, ja, op een schouwtoneel, dan zou dat een man zijn geweest. Ja. Die een vrouw speelde. Ja.
ja. Helder. Nee, maar die zichzelf dus vrouwelijke eigenschappen moest toe-eigenen om dit te kunnen doen. Ja. Nog even over dat humor. Wie ervaart er ook gebrek aan humor in zijn dagelijks leven op zijn werk? Wie zegt er? Oh, kijk, gaat iemand zelf staan? Het is een breed gedeelte, mensen. Die mag wel iets met humor. Dat zou ook wat meer lucht geven, ja. Nu jullie toch zo, jullie handen zo goed opgestoken hebben, zijn er vragen nog? Ja. Dat is daar iemand een vraag, ja. Hiervoor, nou, doen we even die meneer die net ook opstond over de humor. Ik hoop dat het een leuke vraag is. Ja. Niet zozeer over de humor. In deze schat schuurt het van tijd tot tijd. En mijn vraag is, zijn Erasmiaanse waarden universele waarden? Het universele vraag. Zal ik een begin maken? Maak jij een begin, dan maak ik hem af. Ik ben geneigd om te zeggen dat Erasmiaanse waarden wel universele waarden zijn. We hebben veel discussies met andere universiteiten en daar wordt gevraagd, ja, maar wat is nou zo bijzonder aan die Erasmiaanse waarden? Want wij hebben die waarden eigenlijk ook in onze universiteit. En ik denk dat het bijzondere eraan is, waarom we ze Erasmiaans noemen, omdat we in Rotterdam zitten. Maar het is nog, ik denk dat er heel veel universaliteit in zit. Maar ik weet niet wat jij denkt. Ja, ze zijn universeel, maar ook weer voor, anders toegepast. Kijk, als ik ga vragen mensen buiten, ben je tegen vrijheid? Nou, dat is maar een klein clubje. Iedereen is voor vrijheid. Maar wat bedoel je ermee? En wat doe je ermee? En ja, wat ik ook vertelde, toen ik ging studeren. Het was de eerste in mijn familie die ging studeren. Mijn ouders hebben alleen lagere school gehad, zo heette dat toen nog. En dan vond ik naar de Universiteit van Amsterdam of de Universiteit Leiden of de Universiteit Utrecht, jeetje, dat was elite. Daar hoorde ik niet bij. Dat was niet voor ons soort mensen. Maar bij de Erasmus had ik dat helemaal niet. Dat dacht ik, ja, daar kun je gewoon naartoe. Dat is gewoon normaal. Dat is ook voor gewone mensen. Dus, en als ik daar nu op terugkijk, dan zit daar natuurlijk wel die emancipatiegedachte. De Erasmus Universiteit is natuurlijk heel erg altijd een emancipatie-idee geweest. En dat zie je toch ook wel aan de afspiegeling van de studenten op dit moment. En ik denk wel dat dat iets is wat de universiteit moet behouden of uitbouwen. Dat daar een instelling, een universiteit als die van ons, van de Erasmus, een verschil zou kunnen maken of anders kan zijn dan anderen. Ik ben het wel met je eens dat het is universeel, de waarden zijn universeel, met de betekenis ervan, hoe ze vorm worden gegeven, is anders. Ja. Want bijvoorbeeld humor kunnen we zeggen, ja, vinden we allemaal belangrijk, maar sommige humor wordt helemaal niet op prijs gesteld in andere culturen. Ja. En omgekeerd, dus het is een enorme variatie in de interpretatie ervan. Maar de universele waarden, humor, liefde, mobiliteit, dat zijn wel universele waarden. Maar hoe ze vorm worden gegeven, ja, is contextafhankelijk. Ja. 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 Hey, we hebben een vraag bij het balkon. Leuk. Dat is een hogere waardevraag. Ja. Seja, werkt hij? Ja, hij werkt. Ja. Ja. Ik word eigenlijk gewoon geraakt door meerdere kanten in wat er nu besproken wordt. Enerzijds, Erasmus zelf, die pleitte niet per se voor, goh, je moet er humor in gooien, want dan werkt het wel. Dat is iets wat wij eigenlijk nu zien en dan denken van, goh, daarom werkte het zo goed. Toch? Of, Nee, ik denk dat hij het expres deed. Hij deed het expres, ja, maar hij pleitte en ook niet. Een beetje, het was natuurlijk een tijd, als je echt veel kritiek had, ja, letterlijk, je kop kon eraf gaan. Ja. Dus het was voor hem ook een manier om te beschermen. Een lof der zotheid te schrijven om zich in de mantel van dwaasheid, hè, en dat het veiliger is. Maar ook echt wel een manier, denk ik. Ik denk dat hij dat. Het is ook de persoon die het is, natuurlijk. Het was gewoon een grappige man. Maar hij zette dat ook echt wel in. Om, als je machten en krachten wilt aanvallen. Humor. Geen enkele autoritaire leider is bestand tegen humor. Waarom wordt de Chinese president, of hoe heet hij? Waarom wordt hij boos als hij met SpongeBob wordt vergeleken? Nou, omdat hij dan, ja, daar is hij niet tegen bestand. Dus autoriteit, macht is gewoon heel kwetsbaar als het gaat om humor en ironie. Ja, nou ja, dank voor dat. Mijn vraag ging er inderdaad eigenlijk over van, waar knelt het dan dat wij die humor er eigenlijk niet zo makkelijk in meer kunnen gooien? En hebben we daar ook aandacht voor? Dat er misschien zoveel spanningen zijn en verdeeldheid is, dat het eigenlijk niet lukt om daar met een afstandje naar te kijken en dan te denken van, goh, we kunnen het ook wat luchtiger benaderen en gewoon er
hebben we onszelf ook al de vrijheid gegeven om die ruimte te voelen om ook die dialoog aan te gaan? Of is dat ook een stuk wat we over het hoofd zien eigenlijk? Ja, in de tijd van Erasmus was een clash van dogma's. En er was geen onderscheid mogelijk. Het was het een of het ander. En hij ging dat doen. Hij ging op een andere manier schrijven, op een andere manier communiceren. Op een andere manier zichzelf in het publieke debat begeven. En het grappige is, hij was natuurlijk ook heel goed, maar dat was zo leuk. Ja, hij moest het ook verkopen, hij moest geld verdienen. Dus hij schreef het ook op zo'n manier dat mensen het wilden kopen, het leuk vonden om te lezen. En het grappige is, hij werd een soort standaard. Mensen gingen dat nadoen. Mensen gingen schrijven zoals Erasmus, want dat was leuk, dat was goed en daarmee had je invloed. Dat was een manier van doen. Dus hij is daar gewoon mee begonnen en kreeg navolging. Maar zou het nu nog helpen? We hebben nu die campagne gehad van Sieren, hè? Van wat is het ook alweer? Weet iemand die slogan nog? Dan heb je laat polarisatie niet... Verlies elkaar niet door polarisatie. Wat was het? Verlies elkaar niet. Verlies elkaar niet door polarisatie. Daar ben ik het dus niet mee eens. Want op het eind zeggen ze, je kunt het er maar beter niet over hebben. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar je kan elkaar niet cancelen. Zou humor ons daar nog kunnen helpen? In ik die denk het wel. Relatie. Ja, jij knikt ook. Ja, zeker, zeker. Ik merk zelf in mijn werk, we hebben natuurlijk met hele zware thema's te maken. Mezelf ook veel met de slachtoffers van toeslagenschandaal bezig. En daar raak je echt somber en serieus van. En dan is het ook af en toe goed om de zotheid van wat er allemaal gebeurt voor ogen te houden. En het is dan misschien wel een beetje cynisch lachen. Maar soms moet je er op de een of andere manier lichtheid in kunnen brengen om dan weer met volle energie er terug in te gaan. Ja, anders houdt het niet vol. Om een voorbeeld te noemen. We hebben de toeslag gehad, voor de energietoeslag. Hè, voor mensen die weinig geld hadden, konden dan op die manier extraatje krijgen voor de elektriciteitsprijzen die zo omhoog waren gegaan. Dat moest je aanvragen met je paspoort. Maar er waren heel veel mensen die hadden geen paspoort, want dat kost nou eenmaal veel geld. Maar dan kon je dus niet aanvragen. Ja, dan moest je dus eerst de Rotterdampas aanvragen. En dan kon je met die Rotterdampas kon je heel goedkoop je paspoort aanvragen. Nou, die Rotterdampas aanvragen, dat duurde al weken. En dan vervolgens moest je dan nog... weet je, dat zijn dingen die, als je erover nadenkt, hoe hebben we het zo kunnen bedenken? En dan moet je af en toe heel hard lachen en dan toch weer hard verder dat het opgelost wordt. Ja, of dit belachelijk maken. Of het belachelijk. En dat is vrij makkelijk, want je kan het gewoon vertellen. Het is gewoon heel duidelijk. Er wordt al overal... Maak het gewoon belachelijk. Ja. Ik vond dat er niet heel hard gelachen werd. Dus misschien had ik wel een beetje pijnlijk. Nog belachelijker, nog pijnlijker. Ja. De avond is nog jong. Ja. Oké. Hiervoor is een vraag. Hier links voor jullie. Ja, u had het in uw lezing over dat respect verdiend moet worden. Ik ben het daar niet volledig mee eens, aangezien ik de safe space op Erasmus, ik ben zelf student op Erasmus, juist zie als een manier dat er respect is voor de grenzen van mensen. Dat er dus niet over grenzen wordt gegaan, dat mensen hun eigen grenzen kunnen aangeven. En dan vind ik het inderdaad belangrijk dat het debat er wel is, maar dan moet er überhaupt universeel respect zijn voor de grenzen van andere mensen. En wat is uw mening hier, gedachte hierover, zeg maar? Ja, dat is heel terecht, want als je daar niet prettig bij voelt of onveilig bij voelt, dan kun je niks leren. Als je onveilig voelt op een universiteit, kun je niks leren. Maar als je op het eind van je academische opleiding nog dezelfde ideeën hebt als waarmee je begon, dan heb je geen academische opleiding gehad. Dan heb je heel veel gemist. Waarvan ik zelf heb gemerkt hoe belangrijk dat is. Dus hoe kun je dat oplossen? Elk individu heeft zijn eigen waarden, zijn eigen grenzen. Ook als gemeenschap, als academische gemeenschap, heb je je waarden, je grenzen. Bijvoorbeeld dat er vrij gedebatteerd moet kunnen worden. Dat elke onderwerp besproken moet kunnen worden. Maar je kunt ook nadenken over hoe je dat doet. En hoe je... En dat is denk ik heel belangrijk, hoe je die grenzen gaat vaststellen. Als we allemaal met ons eigen grensje hier gaan zitten en elkaar van achter die grenzen aanvallen, dan komen we niet verder. We zullen er ook op een moment moeten komen dat we gezamenlijke grenzen maken, gezamenlijke waarden maken, waar we ons ook allemaal vanuit onze eigen waarden prettig bij kunnen voelen en ruimte hebben om die eigen waarden te hebben. Dus ja, dat is niet het eind. Dat is eigenlijk precies wat jij aangeeft. Dat is eigenlijk precies het begin van die discussie. Ja, maar doe je dat dan aan het begin? Hè? Dus waar je ook bent, dat je van tevoren
vaststelt, dit zijn onze waarden. Nou, en dan ga je met elkaar gesprekken en dan gaat het natuurlijk een keer mis. En dan kan je teruggrijpen op die waarden. Of zeg je nou, we zien wel hoe het ontstaat en als het misgaat, dan gaan we een gesprek over waarden voor jullie alle drie. Hoe kan je dat aanpakken? Want ja, nou, je kan het beste beginnen. Beide doe je van, ja, beide om aan te geven van tevoren, dat zijn onze waarden. Maar ook op het moment dat het misgaat, dan juist. Ja. Omdat je dan eigenlijk vraagt om even terug te gaan en naar achteren te leunen. Te kijken van, ja, doen we nog wat we eigenlijk willen? En staan we nog voor wat wij willen zijn en wie onze identiteit is? En ja, okay. Klopt het nog volgens de waarden die we aanhangen? Ja. Oké. Okay. Ja. Een beetje hierheen. Ja, dankjewel. Ik heb gisteravond ook... ben ik in de bibliotheektheater geweest voor die lezing van die schrijfster over het toenemende polarisatie en ook het meer neonazistische gedachtegoed wat meer en meer gewoon gemeengoed aan het worden is. Zij heeft ook met heel veel van die enge mensen gesproken. Het nieuwe boek van haar uit. Ik heb het al een paar... Nikki Sterkenburg? Die, ja. Ze heeft bijvoorbeeld met die Custus, hele enge man. Maar die zegt tegen haar in dat interview... Alles wat wij zeggen, dat is inmiddels al bijna overgenomen door de normale partijen. En dat is natuurlijk ook waar. En mijn... Ja, dat is gewoon zo. Ja? Inmiddels zitten ze ook die neonazisten in ons parlement. Ja. En wat ik mis, dat mis zij ook en ik ook, dat is de publieke verontwaardiging dat deze kerels zich zomaar in het parlement ongestraft kunnen uiten. Al of niet van, nou ja, vrijheid van meningsuiting en we kunnen in het parlement alles zeggen. Ja. Het is nog verder dan minder, minder, minder. En ik maak me daar erg zorgen over. Ja. Dus hoe en gaan we in het publieke debat? Ik vat ja, het even het publieke samen, debat. Ik mis met dat weinig soort geluiden. Jazeker. Ik stel hem even. En ook ja. De universiteit. Oké, okay. Hoe gaan we in het publieke debat om met dat soort geluiden en ook een universiteit? Wie wil reageren? Nou, wat je in een parlement ziet, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Er zijn mensen gekozen, die hebben ideeën. En in principe mag je als parlementariër alles zeggen in de Tweede Kamer. Behalve als de voorzitter je corrigeert omdat je haat zaait. Of als het in strijd is met de wet. En vervolgens moet je elkaar daarop aanspreken. Elkaar daarop corrigeren. Zo zou je dat gewoon in een samenleving, in een gemeenschap zoals in Rotterdam, dat ook moeten hebben. Wat je denk niet moet hebben, is dat je dat zegt van, ik vind dat zo erg, ik wil met die mensen niks meer te maken hebben. Dat kan wel, dat kan een geruststellende gedachte zijn, van nou heb ik er lekker niks meer mee te maken. Maar dat is niet zo, want we zijn één stad. We leven hier met elkaar, je kunt mensen niet cancelen. En dan zul je dus toch, sorry voor het woord, moeten confronteren. Dan zul je de confrontatie moeten aangaan, de discussie moeten aangaan en kijken waar je uitkomt. Misschien mag ik daar nog iets aan toevoegen. Ja? Ik denk dat het dan ook heel belangrijk is... Dat gebeurt niet. Nee. En dat moet wel, vind ik. Ja. Oké. Okay. Ja? Nou, ik wil daar nog aan toevoegen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat al op hele jonge leeftijd... kinderen meer leren over kinderrechten en mensenrechten. Want om elkaar aan te kunnen spreken is het heel belangrijk... dat je op jonge leeftijd al begint met leren om onderscheid te kunnen maken... of wat je overkomt onprettig is of dat het ook onwettig is. Dus als je dat verschil kent, kun je elkaar daar ook op aanspreken... en zitten daar ook consequenties aan. En ik merk dat de kennis over kinderrechten, zowel bij kinderen zelf, bij jongeren... maar ook bij professionals, heel erg beperkt is. En daardoor gebeuren er dingen, of laten we dingen gebeuren, spreken we elkaar onvoldoende aan... Omdat we niet goed weten waar die grens tussen onprettig en onwettig ligt. En dat zou je breder ook in een debat, een politieke debat, in kunnen zetten. Zeker. En dat begint op de basisschool. Burgerschapsonderwijs is verplicht sinds 2021 ook op de basisschool. Daar moet dat vast onderdeel van worden. En dat is het nog niet overal. Ja. Misschien kunnen we nog even op de universiteit hebben. Zal ik een voorbeeld geven van op het ISS. We hebben vaak discussies. We zijn heel internationaal en mensen van 50, 60 nationaliteiten die bij ons studeren of werken.
En er zitten natuurlijk altijd spanningen tussen. Mensen die uit Eritrea en uit Ethiopië komen bijvoorbeeld. Of uit Pakistan en India komen. Of we hebben workshops over Israël, over de Palestijnse gebieden. En dan is altijd het criterium, en dat checken we ook altijd met het college van bestuur, van de academische vrijheid is daar, ja. Maar kunnen de verschillende perspectieven ook benoemd worden? En dat is lang niet altijd even makkelijk. Want als we het over de Palestijnse gebieden hebben, komen er veel mensen die politieke achtergrond hebben. Maar zijn de mensen van de andere kant ook van harte welkom om te komen, om mee te participeren? Dan weet ik niet of het een confrontatie is of dat het een dialoog is. Maar in elk geval wel dat meningen geuit kunnen worden met respect. En nou, of dat het wettelijke is, maar in elk geval het grote respect. En je mag niemand ergens neerzetten. Maar het lastige is natuurlijk, hè, ik denk dat meneer daar ook op doelt, hè, zodra het haatzaaien wordt, of zodra het inderdaad, nou ja, wettelijk niet geoorloofd is, of artikel uit de grondwet schendt. Ja, dan zeggen we dan, oké, hier stopt het. Of laat je die meningen dan toch horen om ze dan te confronteren? Of... Ja, haatzaaien mag niet. Ja. Dat is gewoon de wet. Ja. En de wet, daar hebben we ons aan te houden. Maar ja, wanneer is iets haatzaaien? Ja. Dat is nog wel een ding. Want, ja, want het kan een rechter bepalen. Snel, ja. En de andere vindt het bijna nooit. Dus dat kun je niet zomaar. Ja, de wet is hier niet een oplossing voor. Was het maar zo. Maar dit soort dingen kun je niet in regels vastleggen of in lijstjes van woorden die je wel of niet mag gebruiken of dingen die je wel of niet mag zeggen. Die lijstjes zijn altijd eindig en de discussies gaan altijd door. Dus je zult die discussie moeten blijven voeren met elkaar. Misschien, Annelien, wil jij nog wat zeggen? Of nee? Nee, zeg jij maar. Nee. Maar ik dacht van, er zijn een aantal voorbeelden van hoe we dat doen op onze universiteit en welke criteria daar zijn. Dus respect is een groot belangrijk iets. En verschillende. Ja. Ja, dit is echt een lopende discussie. Om even bij. Ja, we hebben veel voorbeelden van verzoeken om sprekers, waar we heel zorgvuldig inderdaad met ook de indieners in gesprek gaan. Past het nog binnen de grenzen van academische vrijheid? Of, en daar gebruiken we ook de Erasmiaanse waarden voor, van gaat het dusdanig in tegen Erasmiaanse waarden, of is het een dusdanig eenzijdige samenstelling van sprekers, dat je zeker weet dat er geen ander perspectief meer aan tafel durft te gaan zitten. Want je wilt het wel, en dan kom je een beetje op de safe space waar je op zit. Als je op een bepaalde manier iets organiseert, met alleen maar sprekers uit een bepaald perspectief, waar een bepaalde mensen waarvan je zeker weet, dat is zo niet uitnodigend om erbij te gaan, ja, dan kan je het niet meer een academische dialoog noemen. Dus daar, ja, daar proberen we altijd wel heel actief ook mee te denken, ook te zeggen van ja, je mag die spreker wel uitnodigen. Maar dan moet er hoe dan ook iemand bij zitten waarvan je zeker weet dat hij gaat bevragen, confronteren. Dus dat debat op gang komt. Maar het is moeilijk om actuele voorbeelden te noemen. Hè, omdat het heeft altijd een verhaal nodig, omdat het natuurlijk ook explosieve thema's zijn. Maar hier gaan we heel zorgvuldig mee om. Maar wij zaten ook echt soms, ik dacht van, zou die meneer nou naar bevrediging een antwoord gehad hebben? Dus dat zijn we ook. Oh ja. Daarom was ik ook aan het praten. Weet ik nog niet, inderdaad. Nee, zonder voor de vierde keer het woord te geven. Ja. Nog heel kort. Heel kort. Ja. Ik ben bang dat we tegenwoordig, en dat praat ik toch even tegen Erasmus. Ja. Ik denk dat we tegenwoordig een nieuwe professor Klevering gaan missen. Als iedereen weet wie dat was. Ja, zeker. Nou, Ronald, licht even toe. Ja, er zijn altijd opvattingen die je niet wilt. Er zijn altijd opvattingen die haatdragend zijn. En je zult als samenleving daar een evenwicht, een grens in moeten zien te vinden. Er is een wet. Er is een wet dat je niet haat mag zaaien. Maar ja, wanneer is dat? En wanneer mag een rechter een politieke partijen mond snoeren? Nou, dat valt allemaal nog niet mee. De enige manier om dat te doen is het er toch met elkaar over te hebben. Ik vond een mooi voorbeeld, voetbal bijvoorbeeld. Dat gedoe met die blikjes, met die bierblikjes, bekers op het veld. Of aanstekers, nog erger. Dat gebeurde vroeger niet. Op een bepaald moment is dat wel gebeurd. Zijn mensen dat gaan doen? Dat was stoer. Daar zitten weddenschappen aan. Daar kun je misschien nog geld mee verdienen. Het was stoer om te doen. En nu is iedereen er boos over.
En worden er netten opgehangen? Worden er maatregelen genomen? Worden mensen gefouilleerd? Wordt er van alles gedaan? Dat maakt allemaal niet uit. Mensen hebben gewoon vuurwerk. Mensen hebben aanstekers. Het gebeurt allemaal. Maar wat je nu ook ziet, is dat er, doordat er een discussie is, het minder stoer is om te doen. Eigenlijk vindt iedereen jou gewoon een klootzak als je het doet. Dat hele stadion denkt, verdomme, we zijn hier met een voetbalwedstrijd bezig. Wie denk jij wel niet dat je bent met je beker? Als dat het dominante denken wordt in zo'n stadion, ja, dan laat je het wel uit je hoofd. Wat de regel dan ook is, het is niet meer stoer. Dus wij kunnen ook met elkaar bepalen, nadenken, gewoon bepalen wat stoer is om te doen en wat niet stoer is om te doen. En dat helpt. Ja. Dus je kan eigenlijk in combinatie met een discussie, een dialoog, maar ook misschien met wat maatregelen, kan je er weer een norm verleggen, waardoor ja, nou, je ziet het gewoon voortdurend gebeuren. Het gebeurt nu in stadions. Ja. Wat moeten we doen? Wat is een oplossing? Nou, ondertussen, iedereen zoekt naar een oplossing. En hoe komt het nou dat we er niks aan kunnen doen? Ondertussen is er al heel veel gebeurd. Want waar je ooit, een paar maanden geleden misschien nog maar, als je zo'n ding gooide, dan was je toch wel een mannetje. Dan was je toch wel de stoere vent van het vak. Dat is niet meer. Mensen gaan naar je wijzen, boos op je zijn. Ja. Wat doe je nou? Waarom doe je dat? Ja, dat is confronteren, maar dat is ook normen stellen. En dat gebeurt voortdurend overal in de praktijk. Overal waar je werkt, in de buurt, overal gebeurt het. Ja. Je moet je er alleen van bewust zijn en over nadenken wat je inbreng is en hoe je zo'n discussie gaat voeren. Ja, met dit voetbalvoorbeeld wil ik het gaan afsluiten. Ik weet dat er nog heel veel vragen zijn. Alles weer rond. Stel die zo meteen heel graag bij de borrel, want we gaan nog even wat drinken en napraten enzovoort. Ik wil eerst een heel hartelijk applaus voor Ronald van Raak. Inge Hutter. Estans Goudsmit. Dankjewel.